It's time for Vectorsbasen! Vectorsbasen zijn terug in je leven, terug in je beeldscherm of in je oren hoe je deze podcast ook volgt. Of het nou YouTube is, Spotify of Apple Podcasts. Je weet het, we brengen alle legends van gisteren, de sterren van nu en de sterren van morgen. En uh, vandaag hebben we misschien wel een mix daarvan ook nog eens een keer twee broers, weer twee broers, net als de vorige keer. Uh, nu uit het kickboks-segment en dan heb ik het over twee knallers. Fabio en Chico Quasi. Ik yes. weet niet of ja. En dan toch jullie zijn samen. Ja, ze hier van, bedankt, je zegt het eerste man. interview, weet je niet samen. Ja, yes, het eerste interview samen. We hebben wel een paar interviews gehad voor de krant, ja. maar echt live of uh, op, een, op een podcast is dit de eerste keer samen, ja. Mooi man, loot, dus we loot. hebben we gewoon een, uh, een strakke primeur te pakken hier. Yes. Yes. Uh, ik wil straks alles van jullie weten over waar jullie staan in je carrière, wat de plannen zijn, wat jullie achtergrond is uh, en nog veel meer. Maar we beginnen altijd de podcast met ons onderdeel Dekking Laag. Klinkt natuurlijk altijd een beetje gek hè, als vechter. Maar uh, je krijgt een aantal stellingen van mij. En dan moet je gewoon lekker snel op reageren zonder al te veel na te denken. En misschien is er eerst nog wel een kapstokje om daar later over verder te praten. Ja. Dus, Oké. Okay, okay. zijn we er klaar voor? Ready. Oké, okay, let's do it. Uh, voor jou, kickboksen of boksen? Mm, kickboxen op dit moment. Ik moet ook wel een beetje wel. nadenken. Ja. Kickboxen of MMA? MMA. Uh, Jamal of Plasibat? Plasibat. Hoi. of Semeleer? Om tegen te vechten. Op dit moment uh, zou ik tegen Amisha wel willen. Oké, dat gaan we straks nog over hebben. Uh, voor jullie uh, allebei, Amsterdam of Purmerend? Amsterdam. Mm, mm, Amsterdam. Ja, heb een ja, kleine twijfel heerlijk hier. hier. Um, arm of het uit de kom of hand in de lucht? Hand in de lucht. Hand in de lucht natuurlijk, <laughs> <laughs> ja, ja. ja. uh, Vrienden of rivalen? Vrienden, jullie twee? twee, ja? Uh, vrienden, ja. Ja, ja, ja? ja toch? Ja. toch ja? Hij ja, twijfelt ja, even. Ja, ze ja. Ja, dus zijn gewoon broers, toch? Ze willen alle drie falen. van jullie ja. jongens waren? Altijd wel. Al, uh, jouw elkaar scherp, laat me ja, zo ja, zeggen. Dat wil ja, ja. ja. ik straks zeker, zeker ook <laughs> nog over hebben. Uh, ook voor jullie allebei, headkick of levenstoot? Headkick. Headkick, ja. Allebei de het kick, lekker. Uh, ook voor allebei mondkap of hoofdkap? Ik denk mondkap dan, want we dragen nooit hoofdkap. Hey. Mondkap dan <laughs> Ja, die wel af en toe, ja. ja, de laatste tijd. Maar liever niet? Nee, ook liever niet natuurlijk. Nee, nee, nee. nee. Uh, gehakdag of tikketje? Hakdag, hakdag. Ja, ja, dat was een inkoppertje. Uh, Fabio of Chico? Fabio. Ik <laughs> Lekker even over dat vrienden en rivalen, hè? want jullie zijn. We, we, volgens mij hebben jullie een hele echte band samen, yep. toch? Yep. Uh, ik heb jullie wel eens samen zien sparren, ondanks dat jij heavyweight bent en jij wel yep. te Vliegen de volgende er vanaf. Zou je niet echt zeggen dat jullie vrienden zijn? Nee, yep. nee, maar dat, 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 je moet dat kunnen gescheiden. Ik moet het gescheiden kunnen houden, toch? Dus als we in de ring gaan, of we gaan zijn we tijdens sparren, we gaan tegen elkaar. Ja. Dan zie ik hem niet als mijn broertje. Hij ziet me niet als een broer. En, ja, kijk, het, is niet, het is blijft spannend, we gaan elkaar niet doodslaan, maar we gaan gewoon harder tegenaan. En als ik een fout maak, wil ik dat hij mij afstraft. Als hij een fout maakt, straf ik hem af om ja. elkaar zo scherper te houden. Ja, ja. Was het vroeger al zo? waren je vroeger altijd al veel stoeien? Ja, fouten je wel altijd in de ja, ja, ja. altijd. Ik was eigenlijk die ragdoll van ja, vroeger. Ja. Dan zei hij: kom, we gaan, gaan stoeien. En ik wil eigenlijk nooit, maar uh, uiteindelijk ga je het wel leuker vinden hoe, hoe ouder je wordt. Omdat uh, dan word je ook een beetje sterker en je gaat technieken leren. En uh, dan is het wel leuk. Maar vroeger in de slaapkamer hebben we echt uh, heel vaak gevochten, elke dag. Bij ja, zo is ook eigenlijk begonnen hoe we op kickbox zijn gegaan. Onze ja. vader zei gewoon: van, Jullie gaan, jullie gaan naar, de kick naar de kickboxschool. En dan moeten jullie daar zo stoelen, moeten jullie daar zo spannen. Ja, dan gaan jullie klappen krijgen. Ja, en toen gingen we naar de kickboxschool. Ja. En maar uh, toen op dat moment, we waren heel veel bezig met WWE. Ja. Dat, oh, vonden, yeah. dat vonden we eigenlijk het leukste. Eigenlijk wilde ik ook, ook het WWE-vechten ja. worden vroeger. En toen kwam we in de sportschool. En toen was er zo'n ring, precies als bij WWE Ring. Ja, ja. Zelfs ja, en van de de kickboxen. Op klimmen? Nee. Ja, En wij er meteen in klimmen, in de taal rennen. En eigenlijk op dat moment, de eerste keer dat we ging kickboxen, was het eigenlijk niet, uh, eigenlijk niet mijn sport. Eigenlijk. Nee? Nee, ik was um, ook echt veel te druk. En ja. ik werd elke keer uitgestuurd. Ik ging alleen maar grapjes maken. Ik deed alles verkeerd. Of op, die, op, die, op, uh, op de ring springen en alles doen. Eigenlijk ja. wou ik weer meer WWE doen. En ik kan me ook niet meer echt herinneren... een combinatie die ik onthield of zo, weet je. Ik deed gewoon alles gewoon voor de grap. En, was all uh, over the place. Ja, ja. en uh, elke keer werd ik eruit gestuurd en... Uh, ze zei mijn vader volgens mij ook van, nou, dat is genoeg zo. <laughs> Mooi. Maar dat is ook een beetje, als ik jullie zie, want jij bent een beetje meer de rustige introvert en jij wat meer de wilde. Is dat, zeg ik dat goed? Ja, jij wel. Ja, ja? Laatste tijd wel. Ja, ja. Ja. Laatste tijd wel? Ja, vroeger was het we wel weer ook drukker hoor. Ja, zeker, ja, zeker. Ja. Maar ja, ik word ook een dagje ouder. Ik dagje ja, ouder. Ja, verstandig Ik ietsje, ietsje meer naar mijn leeftijd gedragen. Ja, ja. <laughs> maar als jullie vroeger samen knokken waren, bedoel, jij, jij bent altijd al de grootste, jij bent, jij bent drie jaar ouder? Ik ben uh, twee jaar ouder Twee dan, jaar ja. ouder? Oké. Okay. Maar je was altijd ben je al fysiek altijd groter geweest? Ja, dan ja, ja, zeker, ja. zeker. Dus jij sloeg hem gewoon in elkaar eigenlijk altijd. Ja, ik was vroeger. Ik was zelfs vroeger een klein beetje dik. En hij was altijd gewoon heel lang en dun. Dus ja. het was altijd gewoon stoeien en dit en dat. En. Um, ja, ook met voetballen buiten, als we werden naar buiten gestuurd. Onze ouders sturen ons naar buiten, maar als niemand te voetballen ging, dan gingen hij heeft hij, heeft, hij heeft de bal, dan trap ik hem al. trek ik me altijd na, ik ben nog steeds, ik ben nu een goede jongen geworden. Maar zo ging het gewoon allemaal. Maar ja, het, is, uh, het heeft een beetje gewerkt. Hij is, nu, uh, ja. is er nu thai van geworden. Ja. ja, hij was een beetje pestkop nodig. Ja. Hij is een pestkop broer geweest, ja. Maar ja. daardoor word je wel een beetje thai. En daardoor ook, omdat je thuis eigenlijk altijd slapper bent dan hem, ga je naar school dan wil je daar weer eigenlijk de sterkste zijn. Dus ja. dat is ook weer iets. Maar jullie waren dus, jullie ja, pesten hem althans ja niet wegpesten. Ja, maar niet een grote. Nee. Ja, ja. hem als een grote broer een beetje. Maar als jullie dan met z'n twee waren, bijvoorbeeld op straat buiten, waren jullie dan wel samen? Kiekt, tuurlijk, klikt tuurlijk, hij wel? Tuurlijk, tuurlijk, tuurlijk. Ja, 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 dat is wel. Ja, het was ja. altijd. Kijk, we hebben we, 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 we wel gestoeid en gedit en gedat. Maar het was nooit we hebben nooit elkaar echt he, he, heftig geblesseerd of nee, dat soort dingen. Dat niet. Nee, nee, we zijn nee, elkaar niet met de vuist of zo nee, uh, in ja, het gezicht. Alleen op het lichaam. Nee. En dan kan je de plekken ja, ja, niet. Ja, zulke ja. dingen. We hielden net een beetje rekening, houden gewoon ook, maar ook voor je weet toch, je niet dat jij. Mijn moeder of vader gaat en hij wat zegt. Dus we oh, hielden het net goed. En hoe oud waren jullie dan? Dat ik jullie vader zei: van nou Ga maar uh, kickboxen. Mm. Ik denk dat ik vijf was. Vijf, ja. Ja, ja, ja ik denk is... ook zeven of acht. Ja, is, maar ja, het was leuk. Het waren leuke lessen. Maar zo zat ook nog op voetbal en zwemles. En onze vader, yeah. onze vader heeft ons eigenlijk op alle sporten gezet. Tegelijk ook, we gingen naar zwemles. Yeah. Ja, daarna hadden we nog judo en dat. Dus we waren altijd al van de vroeg met sporten bezig. Yeah, ja, eigenlijk sport we wel elke dag. Eigenlijk sinds we echt jong zijn. Dus we gingen judo, kickboxen had je ook zwemles. Daarna gingen we op voetbal. En ja. eigenlijk ging het gewoon zo elke dag door. Dus na schooltijd gewoon naar de sportschool gaan. Ja. Maar jij vond kickboksen dus helemaal niet leuk in het begin? Nee, ja, nee, eigenlijk ja. niet. Maar van die nee. andere sporten, sporten die je wel leuk, leuker ik, ik, vond? Ik, ik vond judo wel leuk. Ja? maar ook daarin had ik niet echt discipline en ik was er toch wel heel goed in en mijn vader schreef ons in bij elk toernooi en eigenlijk ik wist de techniek niet echt goed maar ik was wel gewoon handig om iedereen altijd op de grond te gooien en ik vond dat wel heel leuk vooral de toernooien en zo maar trainen vond ik toen ook niet leuk en uh, ja voetbal ik wil eigenlijk altijd voetballen ik zei altijd bij ik ga op voetbal go op voetbal zei hij ja eerst moet je dan een uh, gele band gaan halen dus dat moest ik doen. Maar omdat ik geen discipline had, ging het heel slow. Ik kreeg steeds één slipje, één slipje, één slipje <laughs> ja, erbij. Ja, ja. Maar ik won wel de toernooien, weet je. Maar ik mocht nooit de slip overslaan. Maar ja, het ging om discipline. En toen uiteindelijk ben ik op voetbal gegaan. Oké. Okay. Ja. En? Uh, ja, was ook wel leuk. Was wel leuk. Maar ik was niet per se de beste voetballer. Maar wel grappig, want mijn vader die uh, in zijn hoofd... Kijk, wat wij doen. Mijn vader denkt gewoon dat wij de beste daarin kunnen worden. Dus toen was hij ook al zo van... Oh ja... Uh, ja, binnenkort zitten jullie bij Ajax en binnenkort zit je daar. En dan, bij het begin geloof je dat natuurlijk. Ja, ja, ja. En dan denk je, oh ja, ik ga bij Ajax voetballen of ik ga dit doen. En dan uiteindelijk besef je van, oh nee, toch niet. En dan kom je op middelbare school. Dus kom je op middelbare school en dan, dus ik kom je school, en dan uh, gaan je, je klasgenoten natuurlijk naar schooltijd buiten. En dan denk je, ja, ik moet naar trainen, naar voetbal, maar ik wil helemaal niet meer voetballen. En toen uiteindelijk ja, was ik er gewoon afgegaan. Vond ik ja. niet leuk. Ja. Ik had het ja. zonder hem te zeggen dat ik het gedaan had. Uh, ik wist dat ik er anders gewoon op zou moeten blijven. Want uh, in zijn hoofd zou ik naar Ajax gaan of AC Milan. Maar uh, voor mij was dat niet. En maar eigenlijk kort daarna ging ik meteen zelf op kickboxen. Oké, okay, ja. toen we toch een, de ja. liefde gevonden. Maar hoe ja. was dat voor jou dan? Was voor jou wel meteen liefde op de eerste gezicht op de kickboks, of? Ja, zeker, zeker. Nee, ik had ook als eerst zeg maar de jongensdroom, zoals elke bijna Nederlandse jongen, om zeg maar voetballer, voetballer te, worden. te worden. Maar toen ik ongeveer 15, 16 was, toen besefte ik al een beetje van, ik kon wel goed voetballen, maar toen besefte ik al van, oké, okay, wacht, volgens mij word ik niet meer gescout. Als je gescout <laughs> wordt, dan ben je meestal 12 of 13 of zo. Of jonger ja. zelfs. Ja. Ja. Dus ik, uh, ja, ik, ik dacht van, ik wil wel op een sport dus Ik wil niet de hele dag thuis komen gamen of zo de hele dag. De game al veel. Ik moest ook denken, ik weet het niet eens meer goed, maar ik moest denken gewoon op een sport. Dus ik ging naar de sportschool, dus ik dacht fitnessen. Mm -hmm. En zeg maar, ja, precies ja, wat ik een beetje had, was dat ik de aandacht er niet bij kon houden. De Tijd ging langzaam, maar ja, fitnessen. Dan ga je weer even op je telefoon kijken, dan ga je weer een praatje maken. Ja, ja. Maar met het kickboxen had je gewoon echt dat, 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 dat er een meester was en die zegt: ja, tien trappen dit, tien trappen dat. Dus hij haalt je echt door het uurtje heen. Dus dat pakte me en dat bleef ik gewoon doen. Toen dacht ik, van, ah, ik ga lekker eerst een uurtje kickboksen en daarna ga ik nog wel een half uurtje fitnessen. Ja. Uh, daardoor werd ik fit en ik werd, uh, ik, werd, ja, ik werd sterk. En toen was het ook van, oké, okay, ik kan nu wel ongeveer wedstrijden gaan draaien. Ja. Toen wou ik dat gaan doen, dus het lag me wel. Toen ja. lag me ook echt, ja. En had je toen ook meteen door van, ik ben hier wel goed in? Ja, ja, ja. ja, ja. Toen merkte ik ook van, ja, ik ben hier wel goed in. Want ik was toen 16 toen ik mijn eerste wedstrijd had. Toen ging ik tegen een jongen van 23. Maar dan zeg maar op in, je, in je hoofd heb je echt van, oké, okay, iemand is 23, jij bent 16, dat kan niet werken of zo. Maar die wedstrijd had ik toen zeg maar gewoon echt met de vlaggenwimpel gewonnen. En dan, het gaf me ook gewoon een soort van boost. En dat je dat dan op je Facebook zet en dan... Ja, ja krijg ik een soort van aanzien op zeg maar school en zo. En dat van, oh ja, ja, is dit, dat is zo. Dus dat me, gaf me ook wel een soort van kick van, wow, oké, okay. dus je, wordt, je wordt zeg maar iemand. Dus ja. dat vond ik wel echt heel mooi, want ik, uh, toen bleek ik ook gewoon echt doorgaan. Mooi, mooi. En, en mij, als ik jullie zo hoor, dan hebben jullie vader best wel... Een, een bepalende rol in jullie leven, toch? Ja, ik ken je ik heb je vader wel eens ontmoet, uh, Army Guy, Levan. Nou, legeman, was, was hij toch een strenge vader voor u? Ja, er zijn wel ja. momenten geweest dat hij wel streng was. Ja, er zijn ja. wel natuurlijk heel veel regels en we moeten natuurlijk niet gek doen. Maar um, in, bijvoorbeeld in sporten, dan is hij echt... Uh, wanneer we buiten zijn en dan met sport bezig zijn, dan ja. vindt hij het helemaal prachtig. Dat ja. vindt hij helemaal mooi. Ja. 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 Heeft hij zelf een sport Ja, hij had uh, ook boksen gedaan, in Suriname vooral. En toen hij in Nederland kwam, ging hij in het leger. Ja. Maar hij had altijd eigenlijk ook een boksersdroom. Maar ja, die kan je niet waarmaken als je dan van Suriname naar Nederland komt en je moet opeens gaan werken. En je moet gewoon voor jezelf gaan zorgen. Echt? Dus uh, dat had hij eigenlijk niet meer gedaan. Ja. En eigenlijk vindt hij, hij vindt het echt geweldig dat wij uh, zijn gaan kickboksen. Want ja. hij heeft ons ook helemaal niet per se gepusht. Kijk, we hadden ons wel op kickboksen gezet, maar zonder verwachtingen. En hij wilde eigenlijk we voetballers gewoon voetballers werden. Dat actief zijn. Ja. Ja. Hij, hij wil gewoon dat we altijd met sporten bezig waren. En ja. Hij uh, ja, is echt trots op ons eigenlijk. Ja, dat we dat het zeggen ge... toch? Ja. Als ik, hem, ja, ik ja, heb ja. hem een paar keer sprak, hij is altijd vol trots. Ja. 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 Hij zegt, jullie leven mijn droom. Hij vindt het helemaal perfect. Ja. 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 ja, maar vroeger was, je wel, was het wel streng. Vertel, hoe ging het dan in huis kwaas? Oh hij was wel streng, maar hadden we hadden wel heel gelukkig een hele lieve moeder. <laughs> dus, okay, ik zeg maar wat, Playstation 2 spelletjes, hij had wel iets van, oké, okay, je krijgt een Playstation 2 spel en dan moet je hem eerst helemaal uitgespeeld hebben. Of tenminste, hij zag er gewoon niet in om zeg maar, nieuwe dingen te kopen yeah. of zulke ja, dingen. Ja, 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 dat ja. hoefde niet. Maar uh, bijvoorbeeld de tijd bijvoorbeeld om naar de sport te gaan of naar de judo of naar de voetbal of naar de kickbox, yeah. dat was zeg maar onze manier hoe, uh, zeg maar, Communiceer. Ze daar levelde, zeg maar, ja, in. Snap je? Dat was ons ding samen, zeg maar. Ja. Hoe we, zeg maar, niet met. Um... Andere dingen, zeg maar, goed met hem communiceren of zo. Ja, een beetje midden, midden, midden mode. Want we zeg maar, samen wel onze dingen dat we ons hebben. Met onze ja. vader was echt het sporten, zeg maar. Ja, want hij bracht ons ook overal heen. Hij was ook bij voetbal was hij altijd de coach. En hij bracht ons overal heen met, met uh, judo. Schreef ja. hij ons in bij elk toernooi, bracht hij ja. ons ook overheen. Al was het in Friesland of ergens anders. En met kickboksen was het eigenlijk ook zo. Want toen gingen we naar Max Gym. En dat is niet om de hoek, omdat we uit Purmerend kwamen. Dus moeten we naar Ozaan. Maar je begonnen bij Max Gym ook? Um, wedstrijden wel ja, okay. wedstrijden wel. We hebben wel uh, in Purmerend ook getraind, yeah. maar dan merk je heel snel het niveauverschil en dan merk je van oké okay, ja eigenlijk wil ik sparren tegen serieuze jongens, maar mm. dat was er gewoon niet meer. Dan ga je een beetje rond in, in Purmerend bij de andere gyms en dan ja. uiteindelijk merk je van oké okay, ja, niet echt iemand is uh, echt op ons level. En toen uiteindelijk ging de sportschool ook dicht in Purmerend en toen uh, ging Fabio naar mijn gym toe. Oké. Okay. Ja. Ja. Hoe, hoe was dat in Max Gym? Want Max Jim natuurlijk, veel befaamde namen en berucht ook om de spanning en zo. Ja, Vertel ja. eens even hoe dat was. Hoe je dat deed. Ja, ik kwam Max Jim binnen, ik was 17 jaar. Um, ik, ja, ik, ik trainde gewoon, ik trainde gewoon veel, ik trainde wel uh, vaak en zo. Maar natuurlijk, met die, allemaal tussen de grote jongens, het gewoon toen met, met de grote jongens, dus ik was ook echt maar ook groot. En natuurlijk, uh, bij Maak was het dan wel gewoon zonder geen genade of zeg maar is toch van ja, zo, ik, ik, in ieder geval, weet je, ja, ja, je was gewoon ook een soort van een, een bokzak of zo. Dat moest je gewoon accepteren als nieuwe <laughs> jongen, snap je? Dus als je, vooral als je nieuw bent in de sportschool, gaat iedereen uh, gaan. Maar toen dacht ik ook gewoon van: oké, okay, ik moet gewoon de volgende dag terugkomen om het gewoon te laten zien van dat ik meer mee, mee wil doen en wil doorgaan en alles. En dan. Um, heb ik, tegen, tegen, ik heb iedereen uh, tegenover me gehad. Van vro uh, ja, Vroeger heb ik zelf, dat allemaal iedereen pak slaag gehad. En um, dat heeft me ook wel gewoon een soort gevormd. En ook gewoon als je dan voor weer voor een andere uitdaging staat. Dat je weet dat het gewoon van oh, oké, okay, ik kan hier wel doorheen. Als ik dat heb gehad zal dit minder erg zijn. Ja. Dat was ook zeg maar, ik weet nog een keer dat we op uh, reis waren. Ja. Um, had ik een wedstrijd in uh, Azerbeidzjan. Ja. Dus dat ik ook op het vliegveld test, ik tegen mijn teamgenoten van, ik ben zenuwachtiger dat ik tegen zaken moet sparren op, dan dat ik nu zeg maar uh, ja. een wedstrijd heb. Dus, dus, dat was eigenlijk, dat, dus eigenlijk was het wel goed. Omdat je dan zeg maar dat echt die wedstrijd feeling gewoon gekregen in de gym. Ja. En ja. ik weet, een van de gevleugelde uitspraken van Mike is, zwem uh, of zuipen, je gooit een diepe in, Als je, of je zwemt of je verzuipt, dan komen de goede vanzelf bovendrijven, wat ja. weet je nog van die allereerste keer sparren daar? Uh, poeh, ik weet nog, uh, ik, ik zat, je had echt twee grote, je had Colin, ik, ik ken geen wel, ja, 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 maar ja, ik twee meter nog wat ik hoor. En dan Beul, ja? Ja, ja, ja ik zat, en je had Fabian Gondorf en zo en... Uh, ja, dat was wel gewoon. Ik moest echt, ik moest echt doorheen. Soms hadden we, bijvoorbeeld, uh, hadden we bijvoorbeeld anderhalf uur al gekickboxd. Ja. En dan zeg Mike, oké, okay, ja, sparren. Dus eigenlijk ben je dan al helemaal zuur. Omdat ja, je dan, dan anderhalf uur al een beetje probeert te laten zien wat je kan. En dan moet je nog, uh, moet je nog sparren. En dan ja, ga je neer, ga je neer. En soms blijven staan. Ja. En uh, ja, het, 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 het was zeg maar hetzelfde uh, met elk ander sport of iets. Het kost gewoon tijd. Weet je. je moet je kilometers maken. Dus. Het is wel goed gegaan uiteindelijk blijkbaar. Ja, <laughs> ja maar als je dan zo'n eerste keer, dat is ook, dan kom je vechtershart hard bovendrijven, denk ik. Want als je zo'n eerste keer je wordt neergeslagen, neerslagen, delft misschien dan het onderspit tegen, tegen die grote gasten allemaal. Ja. Er zijn ook gasten die zeggen van nou weet je wat, ik ga morgen wel gewoon maar de gym verderop in de straat trainen. Ook, jij bent, ook, bent wel teruggegaan. Klopt, ja. ja, daarom. Dat ik denk dat hij dat ook bijvoorbeeld, uh, wat dat in me zag, omdat ik ook steeds blijf terugkomen. Steeds terugkwam. En uh, ik denk dat dat wel ook iets wat is van, oké, okay, deze gast is wel, tenminste, hij heeft gewoon doorstellingsvermogen, dus dan na de loop van de tijd zet hij meer aandacht in je, zeg maar. Ja, ja. ja. uiteindelijk pak je ze allemaal terug, toch? Ja. Want ja. niet iedereen komt elke dag en ik heb Fabio we zijn wel echt, we kwamen echt elke dag, dus uiteindelijk pak je het meeste op en alle technieken en je wordt veel beter, je wordt fitter en die anderen, die, die slaan soms de training over, dus uiteindelijk haal je ze in en dan word je ook ouder, sterker en dan... Ja, wat, ja, hoe was het van jou? Jij was 17, dus toen was jij 15. Ik was 15 toen ik kwam. Maar voor mij was het wat makkelijker dan voor Fabio. Want ik weet nog wel dat uh, Fabio echt thuis kwam en was hij echt helemaal kapot. Want ik zat toen nog niet bij Max Gym. Ik zat toen nog <laughs> nee. in Permanent. Okay. En uh, ik. Fabio kwam echt thuis en hij loopt helemaal mank. En hij is echt helemaal kapot. <laughs> en toen dacht ik: en, en dan ga ik mank. Ja, in en eigenlijk, eigenlijk, dat is ook de tijd dat. Uh, kijk, ik en Fabio uh, uh, zijn wel altijd goed met elkaar geweest. Maar uh, echt, toen we samen bij Mike Gym kwamen, toen uh, werden we eigenlijk veel closer. En daarvoor was hij nog wel een beetje op broer Maar toen ging hij, ging hij naar Mike Gym en toen kwam hij thuis en dan was hij gewoon kapot. Dus dat had ik ook wel weer even gelukt. Maar voor mij was het al veel minder zwaar om. Uh, de eerste keer bij mij Jim, omdat uh, ik was kleine broertje van Fabio. Ze kenden hem ja. al. En ik was ook nog 15. Dus ze, ze hielden nog wel een beetje in tegen mij. Ja. Oké, okay, beetje. Ja, nee, ja. Ja. ja, ze hebben wel echt ingehouden tegen mij. Ja. Ik zeg je eerlijk ja. En als ik denk, ja, hoe heel well toet? Dus dan heb ik jongens als ze als uh, Groen had, misschien een justy Baja. Die wel. Ja. Nee, ik wel die zet... ja. Ik heb natuurlijk wel klappen gehad. Ja, ik heb natuurlijk wel klappen gehad. Maar ik denk dat het voor Fabio veel zwaarder was, omdat hij ook meteen hefjeweet was. Ja. Tenminste, hij was al zwaar. Dus dacht ze dachten: Oh, grote jongen, laten we hem gewoon een pak slag geven. En ik was dan nog best wel een magere jongetje en. Uh, ja, ik was wel misschien wel lang, maar ik was nog wel een beetje fragiel leken. Dus ik denk dat je een beetje ja, ja. ja, En, en hoe, hoe is dat nu Nu ja, nog steeds een goede, goede band uiteraard. Maar stimuleren jullie elkaar ook in de sport? Uh, trekken jullie elkaar mee? Of ja, hoe ja. gaat dat nu inderdaad? Het dus elkaar blijven? af en toe. We, we kunnen met elkaar joggen, of je gaat zwemmen met elkaar. En ja, je praat gewoon eigenlijk altijd wanneer je met elkaar bent wel ja. over kickboksen, ja. ja praat, alleen maar, praat je alleen maar over kickboksen, of heb je het ook ja. over andere dingen? Nee, je of... hebt ook wel andere dingen. Gewoon, ja. uh, met de, gewoon even chillen met de boys of zo, weet je wel. Ja. Eigenlijk, ja. Wat zijn de dingen, als het niet over de sport gaat, wat, wat gaat het dan over? Wat zijn de mm. dingen die jij nog meer bezighoudt buiten de vechtsport? Poeh, uh, het, is, ja, het is vooral. Het is, ja, dan is het, ja, ik, weet, ik weet het niet echt per se. Eh, uh, gaan nee, we ja. van nadenken. Nou nee, ja, maar ik kan me voorstellen. Ja, je, je praat over relaties of je praat over de, uh, meiden die je ontmoet. of je praat ja. over vrienden. Vrienden, familie. vooral. Ja, ja. De evenementen die je gaat doen. uitjes die je gaat hebben met vrienden. Oh, ja. Familie, ja, dat is het eigenlijk. Ja. Ja. ja, maar voor de rest is het: eat, sleep, drink, uh, train, repeat. Uh, yeah. wat, wat jullie ja, doen, ja, 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 ja. Echt, echt gewoon ieder laatste ja. van de sport. En, ja. ja. Natuurlijk ja. pak je soms wel een feestje of ga je even chillen, maar ik ben wel gewoon altijd op de dag dat ik in de gym moet zijn, ben ik daar wel gewoon altijd, ja. Ja, ja. ja. en jij ook? Zeker, ja. zeker. Ja. 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 Veel succes uh, gehad allebei al, uh, hm. WVL, KOK, Super Combat, om een paar ja. dingen te noemen, wat ja. je allebei uh, goed hebben gedaan. Ja. Um, als ik Mike dan wel spreek over jou, Mike is, is wel vol lof over jullie allebei, maar zegt van... Bij Fabio, er zit meer in dan wat hij eruit haalt. Hij, kan, hij, kan, ja, hij heeft het inzicht om echt de top te worden, maar het is misschien nog niet... Je doet al het beste, maar het kan misschien nog net het laatste stapje doen. Snap je dan wat hij bedoelt? Uh, ja, het is, uh, daarmee bedoelt hij meer dat ik er zelf soms er moeite mee heb om mezelf ook in te geloven. Ja, um, ja het is wel... Ik, ik denk wel dat van... Daar is, ik ben, dat, is wel goed, dat ik de laatste jaren ook aan heb gewerkt om, zeg maar... Om mezelf in te geloven. Want soms had ik dan bijvoorbeeld na trainen of zo... of de, na, na dit, dan denk ik van... ik ben altijd heel negatief, weet je. Ik denk ja. altijd van... ik heb een wedstrijd gewonnen of dit of dat... maar dat, zijn er zijn altijd wel een paar dingen die je hebt fout gedaan. Net zoals bij ieder andere persoon. Tuurlijk. Maar ik ga dan focussen op zeg maar, het negatieve... Ja. in plaats van het positieve, weet je. En daardoor zou ik mezelf wel iets minder soms uh, tegen hebben gehouden van... als ik dan ietsje beter over mezelf denk bij sommige dingen... tijdens wedstrijden of alles... Zou er nog meer in kunnen zitten. Dus daar ben ik de laatste tijd ook wel veel aan gaan werken en ook veel verbeterd erin. Ja. En dat uh, is ook iets wat ik denk ouder worden, weet je, meer in jezelf geloven. Maar dat is door de jaren heen nu wel echt uh, veel beter geworden. Ja. Oh, hoe komt dat? Is het een karaktertrek? Of waar komt het vandaan? Dat je dat alle, zo focust op het negatieve? Uh, ja, dat, dat is gewoon een soort dat ik denk van perfectionistisch. Dat je denkt ja. van oké, okay, dit, dit gaat fout of dat gaat fout. Ik denk ook wel, iedereen dat wel een beetje heeft. weet je als je. Uh, je, je gaat op school, je hebt alles goed. Ja, nee, ja bij school was het minder. Maar ik bedoel, ja. van, stel iets, je doet iets heel allemaal alles goed. Zie je zeg maar, het slechte. En dan ga je denken van dan ga je alleen bezighouden met het slechte. En dat is denk ik een beetje wat ik een beetje heb gehad. Maar dat is niet per se denk ik zeg maar iets slechts wat je dan hebt. Maar, dat, nee. kan ook, zeg maar uh, dat kan je ook in de weg zitten soms. Precies, precies. Het, is, ja. het, is, het kan je ook in de weg zitten. Dus ik denk dat het wel, met soms het dingetje is geweest dat ik was zelf daar bij blind staarde, maar ja nu, nu, dat, nu dat ik, dat ik, als ik fouten maak in dit en dat dat ik dan ook kan kijken naar het positieve of zo weet je Ja, ja. wat die dan bijvoorbeeld ook vechters geeft die zeg maar ook een bijvoorbeeld een stijl hebben of die laten we zeggen min, minder pitch precies goed zijn maar dan wel bijvoorbeeld um, hoger uithalen dus dat het niet per se slechter is en dan, dan, dan haal ik dan kun je dan naar die voorbeelden kijken wat, uh, ja. wat dan maar, precies maar gaat. kan je een voorbeeld geven van een moment dat dat je inderdaad in de weg heeft gezeten, bijvoorbeeld een wedstrijd waardoor je met nou, een negatieve mindset erin ging die je niet had hoeven verliezen? Of, uh, uh, nee, ik heb dat niet echt tijdens wedstrijden. wedstrijd. Ik nee? heb het meestal vooral uh, tijdens trainingen okay. of iets. Um, tijdens, ja, tijdens, de wedstrijd, tijdens de wedstrijd, ik heb juist zeg maar, naar de wedstrijd toe, hoe dichter ik bij de wedstrijd kom, hoe zelfverzekerd je het, zeg maar wordt. Ja. En um, ja, het is, het is, het is altijd de laatste twee dagen zeg maar, knop omzetten, een ja. uh, soort van rustig aan, rustig worden. Ja. Maar um, het, is, het, is, het zijn vooral de trainingen, zeg maar, niet dat ik dan niet goed train of nee. zo. Maar, niet, maar dat, dat, hij misschien, dat, hij, dat hij misschien heeft gezien dat bijvoorbeeld bij Sparren. Dat die denkt van oké, okay, dat kon er wel meer uit. Of dat kon er meer uit. Ja, het is gewoon potentie dat hij zit natuurlijk. Ja, oh, wat, wat grappig dat je dat zegt. Want Vechtvechters hebben het andersom. Die hebben juist, naarmate de wedstrijd dichterbij komt dat die onzekerheid en die spanningen een beetje maar jij hebt nee, het juist... Nee, ik heb juist het meeste eigenlijk als ik zes weken of zo van de partij voorbij ben. Of drie weken. Want dan mag er even niks meer fout. Helemaal je niet geblesseerd raken. En zelfs eigenlijk is het de, de laatste twee weken zijn is het een soort van. Uh, het is een soort van feest dat je denkt van oké, okay, we zijn er eindelijk. Uh, we kunnen eindelijk aan de bak en... Uh ik heb, ik, juist, ik, wedstrijd, uh, ik heb wel eens één keer gehad dat ik in het buitenland vocht en dat ja. ze naar me toe kwamen van hé, hey, uh, ja, je, je walk-out song uh, ja, heeft te veel uh, scheldwoorden, we uh, kunnen die niet uh, gebruiken. Ja. Maar dan heb je al zomaar, zo helemaal mentaal al voorbereid. Ja, ik zou wel van ja, is goed, maakt niet uit, uh, verander het, het maar. Doe maar Frans bouwen, of, ja, zei, zei, ja, deze song. Dus dacht ik van ja, ik luister zo een beetje één seconde. Ik zeg ja, is goed, is goed. Ja. Weet je, dat is het daarom. We zeggen maar, hoe dichter je bij de wedstrijd komt, hoe meer je gewoon voort. je zoon raakt en hoe meer je stil water wordt. Mooi, mooi, mooi. En wat vind je zo mooi aan het vechten? Hè? Wat gevoel wat, wat, wat geeft het jou? Wat, waarom vind je het toch goed, om, mooi en leuk om dit te doen? Ja, het is zeg het is, het is maar bij de wedstrijden: is dat je als je eenmaal vecht, uh, ja, eigenlijk kan niks meer je beboeien of niks meer, kan, uh, niks meer is belangrijker. Weet je? Het is eigenlijk jij tegen hem en de rest is allemaal aan de kant het is gewoon echt een tunnelvisie. Jij hebt je tegenstander ja. en um, ja, je werkt er, je werkt er echt naartoe, weet je. Dus als ik zeven weken van die wedstrijd voorbij is, uh, vandaan is, dan, dan, alles wat je doet, al, heb je al dat in je achterhoofd. Als je gaat chillen met je vrienden, als je buiten een potje gaat voetballen, alles denk je, alles wat je doet, denk je daaraan. Ja. Maar ja, het is, uh, het werkt ook zeg maar dat je denkt van, oké, okay, ja, dan heb je je wedstrijd gewonnen? En dan is het alweer twee of drie dagen later en dan denk je van oké, okay, wat is het volgende? Dus het is een ja. end never ending circle dat je gewoon eigenlijk ja, hebt. met En het winnen ook gewoon natuurlijk. Gewoon het winnen is echt ja. gewoon is dat, mooi. Is dat hoe je vaart? Dat is gewoon mooi. Ja. En verliezen, vind... verliezen wil ja. je niet gewoon. Dat, dan moet je een soort van toegeven dat iemand uh, beter dan je is of sterker ja. dan je is, weet je Hoe ga je om met de verliespartij? Uh, nu op dit moment heel goed eigenlijk. Ja, ja ik raai heel goed met uh, verliespartij om. Ik weet nog wel vroeger dan, kijk in kickboksen wordt gewoon vaak genaaid. Ja, niet vaak, maar het is ja. natuurlijk wel eens gebeurd dat ja, je, natuurlijk werd ja. Gaan, ja, als je het buitenland vindt, Ja, en toen ja. was ik nog uh, 16, 17 en oké, okay, oké. Okay, en dan weet ik nog wel dat ik verloren. En ik dacht natuurlijk dat ik had gewonnen. En dan uh, won die andere gast. Dan weet ik nog wel dat ik moest huilen, gewoon. Dat ik gewoon echt ja. boos was, weet je. Maar uh, nu, op dit moment, als ik verlies, dan, dan kan ik er wel mee leven. Weet je, ik kan altijd nog opnieuw tegen diegene gaan. En uh, yeah, ja, genoeg per, uh, winstpartijen die je hebt, weet je. Ja. Dan uh, bel ik mijn oma en zeg ze: Oh ja, ik kan ook een keertje verliezen. denk ik: Ja, oké. Okay. Ja. Ja, hoort, hoort het, ja. het, is, ja, het, het hoort erbij. Nee, het is een spelletje. Ja, en nee, meestal nee. wanneer je verliest, uit bijna uit elke verliespartij die ik heb gehad, dan heb ik wel iets uitgeleerd, weet je. Ja. Dan uh, had ik op een andere manier moeten stappen of niet te veel naar die kant of ik had meer moeten doen. Altijd zie ik wel iets van. Ja, ja, ja. ja of ik, misschien was ik te passief. Want mijn conditie is best wel goed en dan is de wedstrijd klaar en dan denk je eigenlijk ook, oh, ik ben eigenlijk niet per se moe, weet je. Dus uit elke wedstrijd haal ik wel eigenlijk iets. Dus probeer ik ook altijd in te zoeken van oké okay, ik heb verloren maar wat is er fout gegaan? Ja ja ja. Dat is eigenlijk dus, dat, maar ja. dat perfectionistische van de, dat, dat hebben jullie ja. allebei wel. Ja beetje. ja ja. Het ja. kan ja. altijd beter oh heb je gewonnen en ga, gaat die wedstrijd goed zien. Altijd wel momenten van denk je ja. oh, ik heb de eerste twee rondes wel echt heel mooi gevochten maar die derde en vierde waren misschien wat minder en de vijf is wel goed maar je wilt het gewoon altijd perfect hebben ja. ja. Als, ook je wedstrijden heel vaak opnieuw kijken natuurlijk gewoon oh oh is iets van een half jaar geleden ik kijk nog steeds net nog voordat ik hierheen kwam kijk ik er wel, ja jou? echt altijd bijna elke ja. dag denk ik nog. Net nog in de auto voordat ik hier was, ging ik nog mijn wedstrijd kijken. En, uh, Doe jij dat ja. ook? Ja, ja. Maar ik hou er wel, ik hou er wel minder van om naar, uh, naar mezelf te kijken. Ja. Ik weet niet. Ik... Uh, het ding is met kickboksen... Ik, ik hou ervan zeg maar. Ik hou van de sport, maar ik hou er niet om er te veel naar te kijken of zo. Want ik krijg... Ik kreeg een soort van... Ik, ik kreeg een soort van buikpijn. Je weet, ik kreeg gewoon zo'n feeling om te gaan vechten, weet je? Dus ik dacht eigenlijk te veel... Ja, ik weet niet, want ik hou niet echt van het gevoel... de hele dag door om, zeg maar, wedstrijden te gaan kijken. Nee. Maar soms pak ik wel even een daggedeelte denk ik van... Oké, okay, ik ga maar je kijkt even... dan wel een partij altijd één of twee keer terug... om zeker, te zien wat Ik krijg goed. meer dan 200 Ik weet niet, ja, ik krijg wedstrijden mijn eigen wedstrijd eigenlijk... Uh, meer dan 100 keer terug. Al die views zijn uh, van mezelf bijna, <laughs> weet je? Dus uh, ik denk <laughs> wel... Ja, views, ik hou wel van om, zeg maar, wedstrijden van mezelf terug te kijken ja ja. En mensen bijvoorbeeld die, die bijvoorbeeld niet kickboxen zijn met de vrienden aan het chillen. En dan kijk je gewoon even je eigen wedstrijd. Weg. Hoe, hoe vaak ga je je wedstrijd kijken? Of gewoon iemand anders zegt: Hoe vaak ga je je wedstrijd nog kijken? Ik zeg ja, ik kijk het gewoon echt honderd keer. Elke ja, ja, dag ja. gewoon. Ja. 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 En, maar kijk je dan vooral je verliespartij of winstpartijen? Uh, nee, vooral mijn winstpartijen waar ik echt trots op ben. Mijn verliespartijen, Tenminste, als ik echt fout heb gemaakt, dan... Het is niet dat ik die fout wil vergeten, want ik ga er in de gym natuurlijk wel aan werken. Maar ik kijk hem even twee, drie keer echt even goed terug. En dan ga ik goed over nadenken van wat ik heb gedaan. En wat ik fout heb gedaan, dan ga ik daar aan werken. Maar ik, ik hou er niet van om veel naar mijn verliespartijen te kijken eigenlijk. Want ik weet gewoon op dat moment van... Uh, op dit moment ben ik dan gewoon veel anders dan dat ik was daarvoor. Omdat ik gewoon heel hard aan heb gewerkt. Ik kijk ze wel natuurlijk. En ik vind het natuurlijk ook soms kut om het te zien, maar... Je moet het natuurlijk wel bekijken en uh, jezelf verbeteren natuurlijk. Ja, maar goed. vooral wedstrijden waar ik trots op ben, die kijk ik vaak okay, ja. ja. Dat is wel grappig, want je hebt ook vechters die willen gewoon hun eigen wedstrijd niet... wat ik zeg zich niet slim vind, want die denk ik inderdaad... dat je altijd wel wat kan leren door de ja. beelden terug te kijken. Uh, ik kijk bijvoorbeeld ook mijn eigen uitzending wel eens terug en denk... Ja. oh ja, nu weet je, nee, dit kan wel anders of weet ik veel. Ja. Uh, maar je hebt wel vechters die, die willen gewoon hun eigen wedstrijd niet terugzien. Die doen het nooit. Ja, nee, dat snap ik niet. Nee, kijk, ik, uh, ik, vooral, vooral nu nu ik een schouderbestuur heb dan ja. kijk ik bijvoorbeeld naar een wedstrijd terug en dan besef ik van oké okay, zo goed ben ik weet je en dat, dat is dan op het moment mooi omdat je dan uh, nu bijvoorbeeld niet kan sparren dus je weet eigenlijk niet hoe sterk je bent en dan wanneer ik dat terugkijk denk ik oh ja ik oh, ben ik zo goed het ja. En, ja. en doe dat ook bij elkaar kijk je elkaar als kaaswedstrijden zijn ja. we wel kritisch ja, op elkaar ja, 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 ja. ik kijk wel zijn wedstrijden Zeker. Altijd, ja. ja ja vooral wanneer toen ik nog niet was begonnen met zijn wedstrijden had we al een paar wedstrijden gehad dus dan ja. je begint ook gewoon met zijn wedstrijden Kijk, ik nog eens dus nog een film met de telefoon van iemand en dan je nog uh, ja. gewoon vrienden die het filmen en dan kijk je daar heel vaak naar natuurlijk ja yeah. yeah. wat is de feedback bijvoorbeeld die jij aan hem geeft na een wedstrijd boer dat is wel echt elke keer verschillend yeah. maar hoe het is, er, 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 er is ook ook al die bijvoorbeeld heel veel dingen goed of heel veel dingen fout yeah. dan verbeteren elkaar wel yeah. hebben we elke keer wel wat verbeterpuntjes weet yeah. je ja. en dan is het ook vooral niet zeg maar Um, het kan wel zeg, maar, zeg maar, op iemands ego gaan. Dus als, ik, als ik tegen jou ga zeggen... je, trap, je trapt niet goed of je slaat niet goed... Je ken je kent je niet... kan je bijvoorbeeld een afkeer naar me krijgen of zo. Maar als hij dingen tegen mij zegt, neemt het van hem aan. Als ik dingen tegen hem zeg, neemt hij het van me aan. Je kunt het wel hebben van elkaar. Je bent ook allebei vechters Je hebben allebei verstand van de sport. Ja. Dus dan vertrouw je ook ja. iemand. Iemand kan gewoon zeggen die nog nooit heeft gekickboxed... oh, je moet volgende keer... oh, volgende keer moet je hem gewoon knock-out slaan. Hoeveel keer heb we dat gehoord? Snap ja. Je ja, ja, weet ja, je. Dan, <laughs> kritic, van, ja. van elkaar... Ja, we weten ook van elkaar... Goed, we ja. zijn in de sportschool, weet je, of in de tijdens sparren. Dus als dat er niet helemaal uitkomt, dan is dat altijd wel weer feedback naar elkaar van, oh volgende ja. keer kan je dit beter doen. Ja. Maar zeg eens over hem. Wat, wat vind je goed en hem, wat zou die beter kunnen doen? Um, pff, ik heb ik, bijvoorbeeld niet. Kijk, bijvoorbeeld. Um, Bijvoorbeeld als ik bijvoorbeeld dingen zie. Ik ga nu niet zeggen wat. Ik ga niet op tv, op tv <laughs> zeggen wat, uh, wat de technieken hij bijvoorbeeld fout doet of nee, nee, nee. Maar ik zeg bijvoorbeeld, bijvoorbeeld in een wedstrijd, we hebben een patroon dat hij bijvoorbeeld steeds dit doet en steeds dat. Dus dat bijvoorbeeld zeg ik van hé, hey, bijvoorbeeld stel, iemand gaat nu je faken. En je gaat bijvoorbeeld die, be die beweging doen. Ja. En hij stapt dan door. Dat is dat wel gevaarlijk. Dus dat soort kleine. Het zijn hele kleine ja, ja. details, weet je. Want het is niet van. Um, uh, je moet je hand ogen houden of nee, uh, je nee, moet hem nee, lokaal nee. slaan dus dat zijn dan meestal gewoon de kleine details dat hij aan, ik aan hem doorgeef of ja. stel nou ik had bijvoorbeeld ik weet nog ik had een tijdje een trap die ik vaak deed een soort van uh, karate trap is het zeg maar zo'n punttrap zo'n uh, Pas, ja, dus ja, 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 teen ja, teentechniek dat Ja, teen En ik heb daardoor al zeg maar, uh, ik heb al een keer meteen daardoor gebroken. Ja, twee keer denk ja, ik Ja, twee zelfs. keer of zo. <laughs> dus dan, dan <laughs> komt hij bijvoorbeeld zeg maar, tegen mij van, hey, ook als je niet echt zo trapt, je kan hem ook zeg maar zo trappen, dat doet ook pijn. Of ik trap hem een keertje zijwaarts of ja. zo. Dus zulke kleine dingetjes uh, kunnen we elkaar scherp uh, mee houden en okay. overal Elkaar motiveren tijdens het trainen weet je. Als ik je ja. tegen hem zie. Hij heeft een box set of een set En hij doet heel goed of dat soort dingen. Dat vuurt mij ook om zeg maar, weer ja. bezig te zijn of uh, aan de slag te gaan. Mooi. En wat, 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 wat zijn zijn sterke punten? Wat vind je goed aan hem? Uh, wat, hij, wat hij net al zei, zijn conditie en uh, zijn overzicht. Ik vind dat, dat hij. Um, altijd gewoon goed blijft kijken weet je dat is uh, ja dat zijn ik gewoon zijn weinig punten. geraakt eigenlijk vaak ja. omdat ik goed mijn afstand kan houden eigenlijk hij ja, ja. Ook een, een beetje een onconventionele stijl klopt <laughs> ja. klopt 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 het is <laughs> ja. een hele heeft een hele, soms is het ook een en ik heb ik weet het ook nu zelf soms neem ik ook technieken van hem over Dan doe bijvoorbeeld van die onconventionele stijlen van ja. de orthodoxe stijlen en dan doet hij, doe ik bijvoorbeeld zie ik hem dit dus ik heb bijvoorbeeld een hoek geven en ja. dan met dezelfde been eroverheen komen en dan trappen en dan denk ik van oké okay, ja dan neem ik ook gewoon uh, neem ik van hem over ja, dus dat grapig. zijn uh, je, je kan ook gewoon dingen van nog, nee, ik oh nog, ja, grap, ik weet nog, ik weet nog, ik, weet weet nog uh, ik weet nog hij ik had een tijdje dat is mensen die bijvoorbeeld in de clinch pakken. Oh, ja. dan, soms deed ik dat sloeg gewoon met twee gelijk tegelijk zo pap, hoog en ja, dan hoog en zo dus een dappie, dappie, style, ja. Ja, 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 ja. En toen zag ik hij een wedstrijd dan zag ik hem ook gewoon dit doen. Toen zei ik ook naar de wedstrijd bijvoorbeeld van, hé, die move heb je van mij gestolen, weet je. Ja, klopt. Ja, je kijkt gewoon naar elkaars wedstrijden vaak, weet je. Dus ja. je haalt er gewoon wat uit. Ja. En, en jij of hem, wat vind je goed aan hem en wat zou hij beter kunnen doen? Mm, eigenlijk ook best wel hetzelfde. Hij heeft ook wel een goede conditie, maar wel natuurlijk meer kracht dan dat ik heb. En ja? We zijn altijd eigenlijk... Goed uh, met onze conditie eigenlijk omdat we gewoon echt altijd trainen, weet je. En uh, ja, hij heeft gewoon een harde linkerhoek. En hij heeft ook vieze trucjes altijd van in de clinch. Of de wanneer het losgaat meteen, weet je. Het zijn die vieze kleine trucjes. Vieze je hem... trucjes? Ja, ja. Gewoon, die, die, gewoon wanneer je in de clinch bent en je laat, je laat los. En dan meteen een stoot geven. Ja. Of tijdens de clinch deze twee stoten. Is dat vies of is het slim? Het is slim, maar um, wanneer je een verkeerde scheids hebt. De, dan ja. kan hij je gewoon een aftrek geven. Want één ja. keer had hij een wedstrijd. En dit, je mag gewoon die stoot geven. Ja. En hij zei, ja, mag niet. Maar het zit er automatisch in. En ja, toen kreeg je een punt aftrek, weet ja. je. Ja. Ja, ja, ik ga dat tussen de regels lezen en eigenlijk officieel gezien mag dit. Ja. Maar dan die scheidsrechter ziet dat en dan weet hij het eigenlijk het niet ook niet. dat is gewoon gewend is. Ja, ja, ja. En ja, ja je kunt je, je zeggen van, oh is het dan een vieze techniek of een valse techniek? Ik denk ook weer van ja. Uh, ja. Ik heb ook wel eens gehad bij Sparren. Iemand zegt tegen me: van... Ja, kom, ga rustig Sparren. En dan geef ik een pomper op mijn hoofd of zo. Ja, snap ja, je? Dus ja, daarom. Ja, ja. Daar, ik heb, ben echt. Ja, niet rustig, meer, uh, maar ik ga lekker hard. Ja. Ja, 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 ik, 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 ik heb sowieso heb ik gehad. Hey, even, even rustig, even rustig. En dan ja. pap knapt iedereen omhoog. Dus ja, ja. Door zulke dingen door de jaren heen. Ik heb echt uh, Vooral in wedstrijd. Dat ik dan gewoon. Uh, wat is een wedstrijd? We zijn tegen elkaar aan het vechten. hij is er is en hij bepaalt. En uh, we zijn gewoon bezig, weet je. Ja. Ik, ik, heb, ik, kan niet, uh, ik ben daar niet om vrienden te maken ja. of zo. Ja, net als dat niet, uh, jongens uh, bij ons wel. Tijdens wedstrijden dat met Myrtle en Grigorian, dat hij dat gewoon opeens omdraait. Ja. En ja, dan leren wij wel natuurlijk gewoon echt dat je gewoon moet slaan. Van, Want ja, het ja. mag, weet je, maar andere ja. mensen zouden zeggen: Oh, dat zijn vieze trucjes. Nou ja, ik weet helemaal wat jij zegt: die dingen op de break. Weet je, MMA ziet veel. Als je in MMA aan de clinch gaat, juist ja. als de clinch wordt opgebouwd, als ze uit de clinch komen, dan als ze dan nog een elleboog opstoten of ja. weet je wel... dan wordt juist, daar krijg je het beste score. Ik hou daar heel van. Ja, ja, ik, ja. Ik, ik, ik weet niet hoe jullie daar kijken, maar ik vind vaak, kickbox is het vaak, kijk, scheidsrechter, eh, met MMA is het natuurlijk. Dan breek je sowieso niet zo snel op. Tenzij het heel passief is in de yep. clinch. Yeah. Anders gewoon doorvechten. De kickbox, is het dan, al, als je elkaar aanloopt, dat had je er al tussen. Oké, okay, clinch breken. Maar dan bij kickbox is het vaak, oké, okay, de schaar komt er tussen. Jij daar, ja, jij ja. daar, drie meter uit elkaar. Ja. En fight. Nee, waarom? Oké, breek de clinch even uit elkaar. En vecht meteen. En dan is het ja. gewoon wie het snelst reageert, toch? Dan wordt het toch veel Zo is het ook voor bij, bij, bij Sparren. Dan zegt iemand wel eens break. Ja. Bijvoorbeeld, Mike zegt break. Ja. Maar dat bedoelt hij ook niet van: ga je helemaal weer naar achteren opnieuw opnieuw beginnen? Klop, dan wil je gewoon gelijk door wilt gaan vechten. Weet ja. je. En dat, dat is dan iets wat je ook meeneemt in je hele tijd. Het is ook, zeg maar, er zijn twee verschillende dingen. Want ik zei, ik kijk ook bijvoorbeeld naar de regels. En bijvoorbeeld, dat mensen die zeggen dan: bijvoorbeeld dat ik zeg maar een dirty move of dit of dat. Maar er is een verschil tussen break en er is een verschil tussen stop. Als ja. iemand zegt, als de scheidsrechter zegt zeg stop. Dan is het echt uit elkaar en dan moet je wachten tot de scheidsrechter weer zegt van starten. Maar als de scheidsrechter zegt, zegt break, mm -hmm. dan moet, moet je elkaar loslaten en dan mag je al gelijk weer beginnen. Ja, 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 dus ja. dat heb ik ook gehad, heb ik een wedstrijd, ik, ik heb die wedstrijd ook nogal wel teruggezien. Um, dan zat hij in de clinch en zegt, die, zegt de scheidsrechter break. Maar ik, ja. ik, heb dat, ik weet dat hij zegt die break, dan, dan laat ik hem los dan ja. lag, en dan sla ik hem gelijk door. Ja. Maar omdat hij die andere tegenstander, ik sloeg hem toen gelijk door en hij kijkt toen gelijk naar de scheidsrechter van hoe kan dit? Ja. Maar omdat ik me dan goed op de regels heb ingelezen... en weet wat er tussen de verschillende breken stop... Ja. heb ik dan zeg maar nog een voorsprong kunnen halen. Ja, mooi. Ja, ja. mooi. Nee, Hebben jullie heb je afgelopen zaterdag toevallig UFC gezien? Nee, nee, nee. Ik heb het gelezen. Ik heb het nog niet... Uh, ik, ja, is, ik moet echt voor gaan zitten. Even, Normaal je. volgen kijk. we het wel echt altijd. Zijn kijk, echt altijd. Maar het nee, ja. maakt niet uit. Ik kijk de, de, de partij terug van uh, Khalil Roundtree... Tegen Carl Robeson. Allebei twee staande jongens. op een gegeven moment uh, slaat Robeson neer. Hij ligt op de grond. Maar je weet, en, en Maan tegen vroeger mocht wel tegenwoordig. Als je op de grond ligt mag je niet schoppen. Ja. Althans oh, niet ja, tegen ja. het hoofd. Ja, 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 ja. Ja. En die Robeson zit half liggend tegen de kooi aan. En die vrouw die geeft hem een, een doodschop, <laughs> maar op zijn lichaam. Oh, ja. Yeah. Maar iedereen zat en ik dacht van is het illegaal? Ik dacht iedereen yeah. ook even is het illegaal? Maar op het lichaam mag gewoon. Yeah, yeah, ja, ja, ja. Hij gaan gewoon snoeiharde lichaamtrap. Oh. En dat was ook ja vloog bijna door het gaas heen een <laughs> Ja, ik had er een foto van gezien. Ja, ja. Het was yeah. echt, maar echt heel slim inderdaad. En als je hem, Toevallig 10 centimeter hoog, schot hij me op zijn, ja, hoog, schoot ja. misschien als ik het dood. Dat was niet zo handig geweest. Maar ja. nu dacht ik ja, maar het is ook zo'n momentje inderdaad: de regels goed interpreteren. En ook op zo'n moment, wat is het ook een ja. split second, ja. durven uitvoeren. Want ja, 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 het ja, kan ja. ook fout klopt, gaan. Klopt. Ja, ja, goed. Ik hou ervan. Ja. Niet te veel denken, ja. Doen, ja. ja, mooi man. Uh, ik wil straks nog veel meer met jullie over praten. Over van alles en nog wat. En over de toekomstplannen, et cetera. Uh, maar we gaan eerst even naar de tijdmachine. I'll be back. Ja, Tijdmachine is ons onderdeel waarin we onze gasten, jullie in dit geval Fabio en Chico, de kans geven om in de Tijdmachine te stappen. Terug de tijd in te gaan naar een moment wat jullie nog een keer opnieuw willen beleven. Kan een moment zijn dat je zegt, nou dit was echt glorieus, te gek en dat wil ik nog een keer meemaken. Kan ook een moment zijn van, nou dit heb ik echt goed verneukt, dat kan beter, dat ga ik nog een keer proberen. Dus uh, ik weet niet wie wil beginnen. Doe maar Fabio, ik moet even overdenken. Jij bent de oudste van de twee? Yes. <laughs> maar neem ons wat, mij wat ik net al zeg, toch? ik denk altijd negatief. Dus ik denk al iets in, de, in het verleden dat bijvoorbeeld fout is gegaan. Ja. Uh, ik weet nog, uh, dat was K1-toernooi. Ja. En dat uh, was een min 95-toernooi. En toen was ik, uh, was, ik in de finale, was ik in de finale drie partijen op in de avond. En dan was in die finale tegen. Um, Kriklia. Kriklia, die, uh, die nu one champion is. En uh, de eerste twee ronden win ik. En dan kwamen we, we bij de laatste ronde. En uh, ja, toen maakte ik een fout. Kreeg ik kreeg een knie en toen ging ik neer. Ja. En als ik dat iets kon terugdraaien, had ik dat gedaan. Omdat ik dan, dat, dat wel echt een soort van ja. Ja, kruispunt was. Van ga je links of rechts? En dat ging ja. er net, net ietsje fout. Maar wat, wat ging je fout? Wat zou je anders doen? Ja, uh, ik, ik zou meer mijn afstand kunnen houden. Ik zou, ik zou eigenlijk, eigenlijk zou ik wel gewoon moeten... Niet per se coasten, maar ja. ik zou eigenlijk moeten coasten. Van want ik, zou, twee ja. Ronde, ja, ik ja. zou die ronde eigenlijk moeten uitvechten. Misschien dat is ook een ervaring nog, wat ik toen nog niet toe wat mijn jonge leeftijd had. Om te zeg maar dat gewoon ietsje meer uit te vechten, minder agressief te gaan, omdat je dan toch al voor staat en zo. Snap ja. Ja? ja, ervaring is dat ook. Wanneer ja. je gewoon jong bent, dan wil je gewoon slopen, slopen, ja, slopen ja, ja, ja. en je bent al twee rondes en dan. Overenthousiast eigenlijk. Ja, ingelopen ja, ja, En ja, ja. gevangen door een knie. Want het gevoel van ik ben veel beter, weet je. Ja. Ik ben veel beter. Ik heb veel meer in me en dan één stoot of één knie kan het meteen verpesten eigenlijk. Ja. ja. Achtervolgt jou dat moment jou dan ook dat je denkt van als ik die fout niet had gemaakt, had ik het toernooi gewonnen en was mijn carrière misschien de andere kant geweest of is ja. het meer een leermoment? Nee, nee, het is meer een leermoment. Kijk, je moet wel. Ik heb me vroeger wel echt helemaal kapot gemaakt om zeg maar dat ik een partij verloor, dat lag gewoon een week in bed, ik wou gewoon ja. niks meer uh, oh. doen eigenlijk, maar het is wel, je moet, je moet gewoon doen, denk gewoon naar voren, je kan, je kan niet zelf die blindstaar op, zeg maar, een verlies of zo, snap je? Ja. Dat is ook wel met kickbox. En dat is wat hij zegt, het is ook gewoon ervaring wat je dan krijgt. Toch? Dan heb je bijvoorbeeld een partij verloren en denk je van... Oh, ik kom nooit meer. Ik kan nooit meer dit, of ik kan nooit meer dat. En dan heb je bijvoorbeeld twee partijen daarna... denk je van, oh ja, eigenlijk uh, is niks aan de hand, ja. Ja, ja ja Maar de carrière van een cricketer is daarna best wel uh, omhoog gegaan. Nu de kampioen inderdaad bij One Championship. Ja, 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 ja. Ja. Zou je die wedstrijd niet nog een keer terug willen halen? Zeker, zeker. Um, ja, dus zeker. Ik, ik ben nu... Um, ja, ik zou het zeker nog wel terug willen halen. Maar ik heb nu ook voor mezelf. Ook door die coronatijd en alles. Heb ik meer mijn focus ook op uh, MMA gedaan. En ook veel MMA gaan trainen. En dat kost ook veel tijd om daar zeg goed in te worden. Ja. En um, ja, het, het is, dat, dat is, ligt nu vooral op mijn interesses. Maar sowieso in kickboksen was wat. Een partij krijgt of iets uh, leuks aangeboden krijgt, zou ik het waarschijnlijk wel willen aannemen. Ja. En Cricket zou ik zeker nog wel willen zien in de toekomst. Okay. Hij, zit in, hij zit niet voor op de agenda, maar hij zit wel in je achterhoofd. Ja, ja, zeker, zeker, okay. zeker. misschien straks dan gewoon verder praten. Uh -huh. Tijdmachine, waar gaan we naartoe met jou? Ja, ik denk dan de uh, laatste keer dat ik op WFL vocht, tegen Joe Vermeer. Ja. En dat ik hem eigenlijk. Um, de eerste twee rondes aan het slopen was en de derde, de derde ronde ging ook goed. En dan de laatste vier, 40 seconden krijg ik een high kick. Ga je ja. neer. Ik stond wel gelijk weer op. 40 seconden. Alleen, uh, ja, daardoor heb ik al de partij verloren. Ja. En uh, dat zijn 40 seconden. En dan uh, ben je de eerste twee rondes, dus de derde ronde ben je goed bezig. En dan de laatste 40 seconden verlies je. Door, ja. door een knockdown, waardoor hij dubbele punten krijgt. En uh, ja, dat, uh, dat is wel iets waar ik wel. Niet mee zat, maar nee. waar ik nog steeds tot de dag van vandaag denk, want we zitten op hetzelfde gewicht en we wonen allebei in Nederland. Van, ik zou graag nog een keer tegen hem willen. Ja, en, ja. Uh, eigenlijk een beetje hetzelfde soort moment als we, ja, jij. Ja. Ja. Ja, ja, ja. We hadden Jay over mee een paar weken geleden ja, ja. op de bank en, en die noemde dat eigenlijk als zijn ja, mooiste moment. Of even, even mm -hmm. het moment waar hij met veel plezier op terugkeek. Ja. Uh, heeft hem er toe gebracht. Hij vecht nu bij Glory. Ja, klopt. Ja, ja. inderdaad. Ja, kijk, dat is weer waar, ja. Maar het is ook weer van, ik zou het graag willen, ik wil heel graag opnieuw tegen hem. Maar ja. het is ook weer iets van, je moet niet per se iemand achterna zitten, weet je. Want kijk, ja, in ja, die ja. tijd dat ik van hem verloren, dat is in mei, heb ik een half jaar gehad, heb ik in, die, in, die, in dat half jaar zeven wedstrijden gedaan, allemaal gewonnen, weet je. Ja. Het is wel vet dat hij natuurlijk bij Glory zit, maar iedereen heeft zijn eigen pad. En ik, uh, kijk bijvoorbeeld, als Fabio nu alleen maar zo denken van, ik wil tegen Kriklia, zou die waarschijnlijk niet MMA doen, weet je. Ja, ik... Dus soms moet je gewoon denken wat het beste voor jezelf is, ja. weet je. Ja, dus ja, ja, dat ja, ja. Eigenlijk. bijvoorbeeld nog als je bijvoorbeeld kijkt naar de uh, koning van de zwaargewicht, Rico. Als, ik naar, als je kijkt naar zijn record, hoe vaak hij neer is, of nou niet neer, maar ik bedoel, hoe vaak hij heeft verloren. zou je denken, in, uh, laat me zeggen 2006 of zo, zou je kijken van ja, uh, dit is gewoon een middenmoot jongen. Nee. En nu is hij al koning van de zwaargewicht een Ja, trainen natuurlijk je, en gewoon ja? je eigen ding doen. En dan ja. uiteindelijk kom je ja, elkaar ja, wel het weer vol. tegen. Ja, ja. 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 Het, is, het is ook een partij die ik heel graag wou. Ik weet nog dat de eerste partij die ik had... En was een mooie partij ook. Hoor. Ja, ja. Was, een, was een vette partij, ja. Ik had hem ook gefeliciteerd gewoon nog daarna. Ja. Maar het was een partij die ik heel graag wou. En... Um... Ik weet nog de eerste keer dat ik een wedstrijd had in Engeland. Toen waren we bij het vliegveld. En toen uh, kocht Mike een uh, magazine voor mij. Ik weet niet meer welk magazine het was. En toen stond Jay Overmeer erin. En toen, maar allebei nog uh, 16, 17 jaar. En dat was zo, oh, talentig. En dacht ik, oh, vet. Misschien moet ik ooit tegen hem. En toen waren we nog hetzelfde gewicht ook nog. En nu ook. Toen dacht ik, oh, vet. Misschien moet ik wel ooit tegen hem. Ja. En toen opeens uh, toen zaten we bij het KOK-toernooi. En um, dat was in Duitsland toen. En toen dacht ik, oh, eindelijk. Want hij zat op de andere brek en ik op de andere. En toen was het van: oké, okay, eindelijk, nu kunnen we tegen elkaar. Want ik, ik dacht dat hij ook zou winnen. En toen had ik uh, de eerste partij gewonnen en toen had hij de eerste partij verloren. Toen vond ik het al jammer. Maar ja, op dat moment is het van: oké, okay, focus op de volgende partij. Ja. En dan in de finale, die had ik toen ook gewonnen. En toen uh, dacht ik, oh, wel jammer dat ik niet meer tegen hem ging. En dan uh, kom ik daar wel tegen op WFL. Dus dan denk je: oké, okay, nu kan ik eindelijk wel tegen hem. Oh, heb ik het toernooi gewonnen? Nou ja, dan verlies je. Maar. Ja. Ja. Dat komt wel weer goed. Ik haal dat wel weer in. Ik weet dat Leer gewoon. Ja. En uh, als ik gewoon mijn wedstrijden blijf winnen, dat ik hem tegenkom als hij ook blijft winnen. Ja. Maar je zit nu even inderdaad, je net, uh, je zit even in de Lappenmand. Ja. Uh, je laatste wedstrijd was bokswedstrijd, ja. de WI ja. Junior -titels, ja, het ja, ja. De titel. Ja, klopt. Ja, titel, ja. Wat gebeurde daar? Ja, in de negende ronde, dan, uh, ik dacht dat mijn schouder uit de kom was, ja. maar was gescheurd. Ik had vaker de last van een uh, schouder die uit de kom ging. Ja. was al twee jaar niet gebeurd. Ja. En dan nu uh, in de negende ronde. So, ja, ik, ik dacht dat hij uit kon kom ging, maar uh, ik weet niet wat er gebeurde. Je hoort gewoon krak, krak, krak. En opeens uh, lig je op de grond. Je schrikt gewoon en je grijpt naar je arm. En ja, lig je daar dan op de grond en heb je blessure en dan kan je niet verder. Ja, en, ja. en nu zit je dus even in de lappen, man. Nu ja, kan je even ja, niks. ja, ja. Ja, eigenlijk wel. Ik dacht al dat ik uh, weer kon beginnen. Het is gewoon iets wat ik heb. En dan, wanneer ik aan het trainen ben, hou ik niet van om half te trainen. Ik wil al, altijd alles geven. Maar uh, dit keer. Um, ik denk dat misschien weer iets te vroeg, ik heb wel ja. uh, oefeningen gedaan en natuurlijk, maar ik zeg gewoon rustig op de zak, rustig op de zak. Doe, maak gewoon je bewegingen rustig aan, ja, ja, ja. maar je wilt heel snel alweer meedoen met de je boys. Denkt, oh, het gaat je... eigenlijk best wel goed. In, ja. Uh, ja, en dan ja. denk je, oh het voelt al wel weer goed en dan, denk je, en dan zie je die jongens trainers zie je ze helemaal kapot gaan en dan sta ik daar ja, tegen de zak te stoten. Je... Dan denk ja. je van ja, ik wil ook zo helemaal kapot gaan eigenlijk. En dan uh, denk je, oké okay, ja ik ga het toch even meedoen. Maar uiteindelijk voel je van oké, okay, ja, het voelt toch niet goed als ik dit elke keer doe. Dus uh, nu ben ik eigenlijk sinds vandaag echt goed begonnen met uh, fitness uh, en ik ga veel zwemmen. Ik had de uitslag van mijn foto's ook gekregen. En toen zeiden ze ook van ja, er is een scheur in. Het is, uh, het is niet uit de kom gegaan. En dat is alleen maar goed. Want ja. als je uit de kom was gegaan, was, was ik wel uh, ja, een beetje ver van huis, omdat je dan waarschijnlijk zou moeten opereren. Ja. Dus dit is alleen maar goed. Dus dan, nu moet ik er gewoon echt mijn focus opzetten om dat uh, ja, eigenlijk een beetje te revalideren. Ja. Ja. Nee, maar jij hebt ook vorig jaar of zo, volgens mij, ook operatie gehad in je schouders. Ja, ja klopt, klopt. Ja, het begin van de coronatijd uh, had ik. Maar ik, had al, ik, ik wist al dat het eigenlijk moest gebeuren. Ik ging elke week, ging, twee keer per week, naar de fysio. show. Ja. Um, ja, maar kijk, toen op een gegeven moment was het echt zo van. Ik kon alleen fietsen als ik mijn band elke keer ging oppompen en dan pas ging fietsen. Ja. Maar eigenlijk is het gewoon het beste als je, je fiets gaat plakken, weet je. Dus ja, 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 toen ja. dacht ik van, oké, okay, ik moet het gewoon eigenlijk dan opereren. Misschien nog een, een beetje nee. met corona is het toch een beetje goed uitgekomen. Uh, deze deze schouder was toen geopereerd. En toen die andere, werd ook scans gemaakt. Ik dacht van, oké, okay, ja laat me ook gelijk die andere scannen, gelijk, weet je. En dan moest deze eigenlijk ook gebeuren. En... Um, ja, het zal, ik weet niet, misschien is, mijn trainers toen zei ook van, het zal wel waarschijnlijk misschien iets genetisch zijn van jullie. Ja. Hij heeft problemen met zijn schouders en ik heb problemen met mijn schouders. Misschien iets in je familie of, het is genetisch, ja, ja, het, we, hebben gewoon, we hebben gewoon zwakkere schouders of zo, laten we het zo zeggen. Ja. En um, ja, dat was wel een, gewoon een tijd dat ik gewoon weg van die dingen moet terugkomen, niet van één schouder, maar van twee schouders. En ook als je zeg maar met een uh, dokter praat, zegt ze van ja, uh, zes, zeven weken is het om te herstellen. Maar ja, dat, wat, wat doen normale mensen? Die gaan. Uh, je pakt je bordje uit je, uit je koelkast of zo. Dat, dat doe je. Maar wij, wat wij doen, wij gaan er de hele dag mee slaan. Maar normale mensen doen dat niet. Ja. Dus natuurlijk, die herstel daarvan is. Ja, uh, yeah, het herstel duurt langer en alles. Ja. Dus het is wel even een tijd om echt helemaal. Uh, te herstellen en terug te komen, ja. Ja. En hoe is dat nu? Uh, het is nu goed. Het is, nu goed. Het is, uh, het is, het is wel bijhouden. Kijk, uh, ik heb op, een operatie gehad. Ja. Um, de eerste schouder is helemaal perfect gelopen, de tweede schouder was. De, was minder snel gelopen, want ik dacht die eerste schouder ging lekker snel, die tweede ging minder snel. En toen uh, dacht ik van oh oké, okay, zo minder goed. En daarna dacht ik ook van oké, okay, laat me even nog een scan maken. En toen dus zei die dokter gewoon van ja, hij zit er nu gewoon goed op. Die, uh, die soort van ...dingetjes uh, ja, dingetjes wat erin hebben gezet, zitten goed. Dus uh, het is nu gewoon goed. Dus toen dacht ik van oh oké, okay, dus nu is gewoon mijn schouder voel is gewoon zo eenmaal. Dus dat moet, ik dat, ook, dat moet je dan gewoon accepteren dat dat gewoon een hele bij gaan blijven houden. Ja, ja, maar is het dan ook, want hij is ja, een beetje gefrustreerd hè, Mo ja. dat je te snel wil beginnen. Kun jij wel goed je rust bewaren of heb je dat ook eigenlijk? Je voelt toch een beetje je, dat je op je handen moet zitten. Daarvan. Ja, ik heb het daarom, dat, dat ik zei, die eerste operatie ging gewoon zeg maar uh, goed en ja. ik kon ook snel weer terugkomen. En toen werd de andere kant geopereerd. Toen dacht ik van, oké, ik kan nu weer snel terugkomen. En toen merkte ik van, wow, deze is minder goed. En toen zei mijn fischer ook al van, ja, het was eigenlijk heel raar... hoe snel die andere, dat je alles weer kon doen. En die andere moet je gewoon meer tijd nemen. En dat, ja, het is... Het was dan dat je dan aan de sideline zit en dan gewoon... Uh... Maar dat was het beste moment. Want tijdens corona heeft niemand echt wedstrijden of dat soort dingen. Anders word je een soort van geïrriteerd. Nee. Maar het, ja, het kost tijd. En ja, het hoort bij de sport toch. Ja. Uh, Sporten juist. Maar wat ja, je net zei. En, uh, je bent iemand die dingen in het negatieve trekt. Is het dan iets... iets uh wat in je hoofd gaat zitten, misschien dat je misschien bang bent om het te belasten of oh, dat je denkt dat dat weer terug oh komt. nee 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 nee, want het, het ging al vaak uit de kom. Ik had zelfs een toernooi in Roemenië, dat het gewoon tijdens had, het ging uit, mijn schouder ging uit de kom. Maar ik was zo vaak, het ging uit de kom. Ja. Ik zet hem gewoon zelf weer terug. En ik ging gewoon weer verder. Ja, en je dan... zegt het toch eens of je een pak melk aan halen hij bent. Drie, hij moest drie keer vechten, hè. Op Stap, één ja. dag. En in, de, in het eerste gevecht gaat zijn schouder al gefokt op. Hij zet hem terug. Hij vecht door. En, ja, en hij ja, wint ja. het toernooi ook nog. Klopt, klopt. Dus dat was alleen maar... <laughs> ik, ik dacht alleen maar van... Oké, als mijn schouders gewoon goed zijn, dus okay. dan ben ik nog beter. Dus, het, dus ik, ik zag het alleen maar als positief wat ik zei. Het is nu van... In plaats van mijn band gewoon elke keer moet oppompen... is mijn band nu geplakt. En ja. kan ik kan nu gewoon beter fietsen. Ja. En heb je er dan ook vrede okay. mee? Het is ja, ook een ja. verslavingsgevoel. Ook bijvoorbeeld de laatste zes maanden heb ik zeven keer kunnen vechten. En dan ben je zo vaak bezig. Je, je wedstrijd is voorbij. Je hoort dan van: Oh, je hebt dan weer een wedstrijd. Ja. En je, je, of je hebt twee op, dus op, op de die planning staan. En dan ben je echt lekker altijd ja. bezig. Weet je, ben je altijd gemotiveerd. En dan nu, ja, nu even ja, rem erop. Ja, ja, is het ja, verslaving? Ja? ja, om te winnen. Vooral ja, winnen natuurlijk is ja, een lekker. Gemarkt. En gewoon, gewoon in je in het leven staan dat je gewoon elke keer naar iets uit kan kijken, weet je? Dan als je twee maanden geen wedstrijd hebt, dan voor mij zou dat nu best wel kut zijn, maar daarvoor, uh, je hebt om de twee maanden wedstrijd wanneer je jong bent, of dan heb je even een tijdje geen wedstrijd, heb je, heb je weer een wedstrijd. Maar nu is het echt gewoon fully focus op kickboksen, want tussen dat je nog op school en al die dingen. Dus ja, ja. is het echt gewoon fully focus op kickboksen, dus je wilt gewoon zoveel mogelijk vechten. Ja. Ja. Want dat maar is gewoon de, wat je doet. Vinden jullie trainen ook leuk, allebei? Ja, ik vind trainen leuk, ja. 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 Ik vind het leuk om naar de sportschool te gaan en dan gewoon ja, eigenlijk een beetje een soort van kapot te gaan eigenlijk. En ja. dan weer lekker uit te rusten, goed te eten. En dan weer te gaan en dan weer slapen. ja, ja. Jij ook dus, zeg je. Zeker, zeker. Ja, ja. ik vind het, het is even een momentje voor jezelf. Uh, wat ik zei ook op het wedstrijd als je even... Aan het bezig bent en niemand, niemand komt ertussen. ik is even belangrijker. Dus het is ook een soort van therapie of iets. Weet je, daar niet. Bij de, in ieder geval, het lekkerste van het trainen is eigenlijk als het al klaar is. En je zit daar even op de grond. Ja, of, even, je kan ja, eventjes of nog even met diegene praten of zo. Weet je, ja. en je en slaapt ook lekker. Moment. En je, ga, ja. je hebt ook zin om goed te eten. dus ja. dat is ook ja. chill. Kijk, wanneer je dat bijvoorbeeld wanneer je geen wedstrijd hebt of zo. dan kan je nog wel. Ik, ik geniet eigenlijk van om gezond te eten en goed bezig zijn zijn. goed te slapen. En wanneer je dan bijvoorbeeld geen wedstrijd hebt. dan kan je daar een beetje minder in gaan zitten Dat je bijvoorbeeld even patatjes gaat eten. Kan ook natuurlijk, maar. Gewoon, ik, vind, ik vind het gewoon lekker om echt gewoon gedreven te zijn naar een wedstrijd ja. toe. Ja, wat ja. wel mooi, want er zijn ook zat vechters, echt wel meer dan een paar, die hekel hebben aan trainen, aan, aan ja. het regime, aan het, het gedisciplineerd leven, eten, bla, bla, die het vechten wel leuk vinden. Of misschien zelfs niet juist het vechten, maar het winnen leuk vinden. Ja. Maar de weg toe vreselijk vinden. Maar ja, ja. ja dus, dus, vaak zie je dan ook dat in Ik denk dat, dat het boven, is. vooral is dat je dan bijvoorbeeld geen regelmaat hebt. Want ik weet nog wel, toen ik van die coöperaties kwam, en ik ging weer trainen dan is het gewoon, toen vond ik het ook even, ik dacht van hé, hey, dit is een soort van, ik dacht van hé, hey, is dit wel leuk ofzo? Maar toen werd ja. ik weer fit en toen dacht ik van oh, yes, ja. dan, dan is het weer leuk. Dus ik denk ook dat dit te maken heeft met mensen die gewoon zeg maar wel, als je gewoon steeds in blijft weet je, mm -hmm. in die cirkel, dan, dan is het gewoon, dan is het gewoon, dan wordt het normaal, dan is het leuk. Dan kun je ook gewoon grapjes maken tijdens het trainen als je niet helemaal uh, aan de kloten bent de hele tijd. Ja. Ja. ja, ik denk ja. dat je, als je niet echt fit bent, dan is het gewoon kut om te rennen ja. bijvoorbeeld. Als je gaat rennen op de loopband en je bent gewoon niet fit, dan denk je ook, ja shit, wat ben ik aan het doen, weet je. Maar ja, ik denk ja. als je dat elke dag doet en je merkt ook dat je vooruit gaat, dat het gewoon echt veel chiller is om op die loopband te staan. Bijvoorbeeld, ik vind het echt leuk om op de loopband een uur te ja. rennen. Ik zet gewoon even een filmpje aan en kijk ja, dat gewoon. En ja, ik word ook niet echt moe, maar je hebt ook mensen die echt het rennen haten, weet je. Maar vaak zie je dan ook dat ze in de wedstrijd ja, gewoon een mindere Cardioal conditie hebben. Komt, ja, ja, en dan als ik dat zou hebben, als ik in de wedstrijd... Te weinig cardio zou hebben, zou ik denken: van ja, oké, okay, ik moet echt rennen. Ja. Hoe erg je het ook zou haten, maar dan zie je ook mensen die het niet doen. Maar ja, dan wedstrijd... ben wedstrijd weer moe. Ja. Dus ja. Maar als jij, wat jij zegt, je hebt uh, zeven keer gevochten in zes maanden, ja. is het zo toch? Ja. Ben je dan met trainen eigenlijk niet bezig om beter te worden, toch? Dan kan je niet echt aan dingen werken. Ben je mee bezig? Ja. Onder, toch? Dan ga je eigenlijk meer van moment naar moment. Of? Dat misschien wel, maar ik denk als je gewoon echt altijd bezig bent, dan kijk je natuurlijk naar de wedstrijd, dan heb je een beetje rust en dan ga ik wel kijken wat weer beter kan, want ja. er gaat altijd wel iets ja mis in een wedstrijd Al oh, win je en heb je een goede wedstrijd dan gaat altijd wel iets mis en daar werken we gewoon weer aan maar ik denk ook gewoon van als ik zo erg in de wedstrijdritme zit en altijd fit ben dat ik uh, ja ik ga er gewoon op vooruit eigenlijk want ook na elke wedstrijd voel je, je weer beter en als je weer een wedstrijd terugkijkt je laatste wedstrijd denk je ook ja nu ben ik alweer weer beter en weer beter ja, 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 ja. En zo word je op die manier wel beter en ik denk gewoon als je goede je technieken doet die mij geeft dan het gewoon goed gaat ja. oh. Um, ik hoor even het volgende onderdeel. Dat is uh, de Mount Fightmore. Nee, dat is Mount Fightmore. Ja, uh, yeah, daar hebben we hem. <laughs> dat is uh, ons onderdeel. We kennen natuurlijk allemaal Mount Rushmore. Uh, de, de, de rotsen in Amerika waar de bekende presidenten zijn uitgehakt. Mount Fightmore zijn onze ja. uh, helden in de vechtsport eigenlijk ooit zo opgezet door Marloes Koenen en mij. Uh, ja. Mijn voormalige partner in crime in deze podcast. Ja. En mensen die voor ons belangrijk waren. Voor onze liefde voor de vechtsport. Dus, de andere woorden, mensen die ons geïnspireerd hebben om, om de sport te gaan volgen, om te doen, et cetera. Uh, nog eventjes van links naar rechts, natuurlijk. Ramon Dekkers, Bas Rutte, John Bloeming en Bruce Lee. Yep. Uh, en mijn vraag aan ieder van jullie: wie zou er van jullie, je mogen allebei één iemand kiezen, aan de Mount Fight? We hoeven niet even deze vier, maar wie is voor jullie. Doorslaggevend of belangrijk geweest in jullie uh, liefde voor de sport? Ja, Mike natuurlijk dan ja. Mike? Mike ja, want, ja? ja, hij heeft ook heel veel kampioenen gemaakt. Als je nou kijkt naar welke vechters hij heeft gemaakt, dan zie je natuurlijk heel veel vechters. En uh, ja, voor mij heeft hij ook heel veel gedaan. En dat ja. doet hij nog steeds. En dus ik zou hem er wel op zetten. En ik denk dat hij ook een van de bekendste kickboxcoaches is van de wereld. Ja, ja, ja. Wat, hoe is je band met hem? Ja, heel goed. Hij doet ook echt heel veel voor mij. En um, ja, ik ben hem heel erg dankbaar eigenlijk. Ja. Okay, en mooi. nog steeds tot de dag van vandaag uh, <laughs> gaan we nog steeds naar uh, alle wedstrijden samen toe. We zijn altijd met elkaar, dus ja, ja een ja. goede band. Ik vind het een mooie toevoeging. Hadden ja. we deze nog niet gehoord? Hij staat wel uiteraard in onze uh, vechtersbasis hall of fame, maar uh, vaak hoor inderdaad, uh, Ramon Dekkers komt vaak voorbij. bij Bruce Lee Mike Tyson, maar uh, uh, Mike uh, vind ik ja, een, maar hij is een coach natuurlijk dan. Ja. Maar als het de vechter zou zijn, dan denk ik wanneer ik jong was dat het Dan Anderson Silva zou zijn. Anderson ja, Silva, ja, ja. De Spiders. ja. Ja, omdat wanneer wanneer ik zijn eerste wedstrijd zag, ik weet niet meer wie dat was, ik denk tegen Forrest Griffin. Ja. En dan oh. ben je gewoon gewoon shock dat dat gewoon kan, weet je? Niet normaal. En ja, dan de denk de je gewoon wow, ja, ja, en dat is dan de eerste wat je ziet en dacht gewoon oh hij is de vetste gewoon en hij hij sloopte iedereen. Ja. Dus ja, eigenlijk hij, als hij een vechter mocht kiezen. Maar voor nu wil nee, ik nee, gewoon Mike, ik wil Mike zeggen. Nee, ik vind ja. Mike klaar, punt. en de Silva is gewoon sowieso in ja. de auto. Jouw keuze. Yes, uh, wat hij nu zegt. Ja, bijvoorbeeld de coach ja, zou Mike wel mooi zijn. En als vechter koos hij Anderson Silva. Maar um, ja, Anderson Silva was natuurlijk een vecht van MMA. Maar ik denk van als je dan hele vechtsport kijkt, zou ik wel Bader Hari kiezen, omdat hij wel het gezicht van het kickboksen ja, ja, okay. is. En um, ja het was een hele gewoon era dat hij gewoon had ik weet nog wel vroeger uh, gewoon dat ze naar de sportschool gingen met die, die liedje van Badr Hari opzetten en dat was dat, dat wel echt oh, ja. Bader Hari dat, dat, ja, ja dat is juist dat de shows. highlights kijken voor de wedstrijd van Badder ja. altijd gewoon eigenlijk ja, ja. ja. dus dat, hij heeft een hele era gewoon op zich, op zich gedragen dus ik vind dat hij er dan ook nog wel ja, bij ja, hoort ja, ja. ja mooi mooi um... Je hebt veel met hem gesport. Jij kwam als jochie van 17 binnen met Zim, ja, Weet je toen ook gelijk tegen Badden gezet? Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Maar, okay. ja, ja, ja. Dus, maar niet niet altijd uh, even va vaak. Nee. Um, dat maar... moment was er volgens mij nog niet, uh, niet zo vaak volgens mij. Ik denk dat hij toen wat problemen buiten de ring had of zo. Omdat okay. hij eventjes was ges was gestopt toch? Toen ja, wij ja, klopt, klopt. Ja, want ja. Ik heb ik, ik ben toen met gesport één keer toen, toen ik jong was. Ja. En uh, later nog wel, zeg maar twee jaar geleden of zo. Maar um, ja, ik heb wel met hem gespart. En dat, het is niet eens... Het, het raar is, het is niet eens dat zeg maar... Degene wat hij op je doet, dat je daar moe van werd, maar... Ik weet niet, ik werd, het je wordt gewoon al moe al van zijn heen. aanwezigheid. dan ja, ja. heb ik die, dan een beetje starstruck Ja inderdaad, die minuten is even van een ronde en dan ging ik terug en dan word ik denk ik wel helemaal moe, maar ik ben eigenlijk ik ben moe van het snap je van de druk zeg maar. Ja. 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 Maar ja. Dat, dat, ik wil vertellen ze want ik vind het wel interessant want je kijkt ja. dus al naar hem. Je was al fan van hem en dan komt ja, sportschool. Zelfs af staat hij op computer. Ja. Zelfs achtergrond de grond van de computer ons mobiel was al, ja. denk ik wel Baderari gewoon Vertel eens even hoe was dat? Uh, het, het is, ja het is gewoon uh, dus, ja, je bent gewoon met je icons ben je gewoon bezig weet je en dan wordt het gewoon jong uit Pummerend en dat ik, dat hij zegt, dat het zat op mijn Blackberry achtergrond was badari een wallpaper van Badrari. En op een gegeven moment was ik daar bij Mike's in de sport, was ik met Saki Badrari niet en dat dus een, dat yeah. was al wel gek. ja, het was gek. Maar dat je ook gewoon op, zien dat het ja. wel ja. op iets kon, weet dat, je. Dat, ja, dat je gewoon die uh, doelen kan bereiken. Dat je gewoon naast je eigenlijk uh, je uh, idolen staat eigenlijk. Ja, ja. ja. ja, ja. dat ja. vooral. En, en, en hoe, hoe, hoe verder dan later op een gegeven moment? Dan krijg je wat meer zelfvertrouwen. Je wordt beter. Je, je, je groeit en zo. Uh, heb je dan het idee dat je ook dat, dat je meer naar hem groeit? Ik heb op een gegeven moment in die spanningsrondjes... Oh ja partij kon geven. Ja, zeker zeker. Maar op het, uh, wat ik zei ongeveer twee jaar geleden, kon, kon ik ik een beetje wat gas teruggeven en uh, kon ik er ook op een gegeven met een andere lens naar kijken, weet je, want eerst was het van uh, uh, je ja. bent er tegenover je een van je icons en of dat. En dan, dan heb je al echt ervaring ...en dat je weer meer met hoge druk situaties om te leren gaan en dan kon je wel wat beter sparen. En... Ik ja. ben je ook gewoon wat rustiger, dus dat ging wel goed en beter. Ja, ja. En, en, en hoe was hij verder? Want Baden was vroeger natuurlijk, zoals alle gevechten... vechten. Want vechten zijn eigenlijk heel egoïstisch, dat moet ook natuurlijk. Het is een heel egocentrische sport. Baden, nu hij wat ouder is, is hij wat meer bezig. Ook met, met vechters om zich heen, met ze te coachen en advies te geven en zo. Was die, uh, dat met jou uh, hij ook? was altijd zo gewoon geweest. Ja? Want hij, had altijd, hij was altijd al oh, um, helpend in de gym en gaf hij wat tips en dat soort dingen. Ja. Natuurlijk, hij was. Tuurlijk, je, je, je doet je training en doet je dingen. Maar hij was sowieso, sowieso wel echt om mensen te helpen en uh, mensen aan te sporen. En nee. Dat soort dingen. Ik heb hem wel wat tips gegeven en uh, ja. dingen geleerd of zo. Ja, ja. Wat is een tip van Badr Hari waar je wat aan hebt gehad? Waar je gebruik van hebt gemaakt? Um, ik weet nog dat hij zei van. Um, dat ik, dat ik niet vaak zeg maar, in, een, in een pauze moest vallen dus zeg maar, nou hadden we bijvoorbeeld gespart of hij zag mij sparren ja. dat ik soms een iets in plaats van even een vijf seconden pauze zeg ik van die moet dan tussendoor wel even iets doen dus je, even een jab of even een trap maar gewoon zeg maar, dat je constant er bezig blijft dus ja. dat is wel iets wat hij aan mij heeft meegegeven ja of ja. een jab dat die echt zijn hele schouder zo helemaal ja. oh ja ja dat ja, je, ja, dat ja, je ja. een stuk verder komt in plaats dat je je jab zo gooit dat je echt je hele uh, achterste schouder ja. echt naar achter draait dat je veel verder komt ja. want daar wordt echt, echt een mooie jab ja. Hij heeft echt een mooie. Hij heeft een mooie. Dus als je van hem advies krijgt, dat is altijd mooi. Ja. 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 Van jou ook, heb jij ook wel eens advies van hem? Ja, ja, ja. Ook bijvoorbeeld dat ik een wedstrijd gewonnen en dan maak ik het aan hem laten zien. Dan kom je, hey, feliciteert echt vette partij, killer. En ja. dan eigenlijk sinds je die ook even gezien hij, hij was altijd al aardig tegen mij, maar zeg zei gewoon, hey, yo Chico, en kom ik wel ook de laatste, vorige week tegen op Albert Kuip. En toen was hij ook, hey oe, champ. En toen ja. dacht ik, wie ja. roept mij? En toen zag ik, ik yo, budder. En uh, ja, gewoon even snel praatje met elkaar. En dan uh, succes voor de volgende wedstrijd. En, uh, ja, ja, mooi. Hij vecht zaterdag, gaat ja. hij uh, bij Glory 80 uh, tegen Arik Roschek. Vorig jaar was natuurlijk een van de grootste upsets... ik denk in de geschiedenis ja, van de ja. kickboxsport of misschien wel in de geschiedenis van ja. de combatsports ja. overal. Ik, ik weet, ik was erbij, ik zat aan de ring... en ik kan nog steeds niet geloven wat er gebeurde. Uh, ja. uh, gaat zaterdag voor de rematch. Jullie gedachten, hebben denken dat er gaat gebeuren? Ja, ik denk dat hij hem echt gaat slopen. Ja? Ja, ja? ja. ja, ja. ja ik denk dat hij hem echt gaat slopen. Oh, in de eerste wedstrijd had hij al laten zien... dat hij hem eigenlijk aan kan. Of ja, aan kan. Hij kan hem gewoon echt... Gewoon slopen, gewoon. En uh, ja, als hij geen blessures krijgt, krijgt dan uh, pakt hij hem gewoon ook ja. echt aan dit keer, denk ik. En ja, zijn handen hoog houden dit keer. Pas op voor die trap. Oh, maar ja. ik denk dat die niet per se nog een keer zal gebeuren. Okay. Ja. ja, denk jij? Ik denk precies hetzelfde. Uh, ik denk dat dat. Um, ik denk gewoon, uh, ja. Je, je, hij had, had, had me al twee keer neergeslagen. Hij was al was drie klaar keer voor, zelfs. Ja, drie keer zelfs. Drie ja. Ja, ja. Ja, hij was al rijp voor de slacht of zo, weet je. En. Um, ik denk, dat hij, ik denk dat hij nu ook, omdat hij heeft verloren, nog serieuzer in die partij gaat, weet je. Want de, misschien voor die partij kon hij misschien iets anders nakijken. Dacht van oké, okay, dit is niet uh, nummer één of zo. Maar nu, nu, hij, nu is hij gebrand door dat verlies en nu gaat hij het helemaal afmaken. Weet ja. je, dat, dat hoop ik. Ja, dat bedoel ja. Ja, ik. Ja, ik ben het wel een je eens. Wat is je favoriete Badr Hari moment? Uh, poeh. Pff, tegen Sam schild in de arena. In de arena. Ja, ja. ik ja. was daar niet bij, maar ik vond het echt een van de grootste, mooiste partijen. En ook die tweede partij tegen Carrier, dat hij neerging. Ja. En toen begon het weer in Slugheim meteen ja. neer. Er was ook nog een rematch, toch? Dus dat was wel vet. Ja. 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 Die ja. partij vond ik ook ja. Maar ook ja. Sam schild natuurlijk. Ja. Mooiste. ja, voor mij, ja, alle twee die momenten. Ja. Voor mij zou het denk ik het moment zijn, tweede keer tegen Leko. Oh ja, ja, ja. ja. Had hij verloren van Leko ja. in de ja. arena ja. Ook. Oh, oh, ook? Die, 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 die draaitrap ja. naar ja. zijn lever. En toen, al een paar maanden later, volgens mij, gingen yeah. ze in Japan nog een keer te... En toen kwam je met die draaitrap ja. naar het hoofd. Ja, ja, toen ja, gaf ja. Je met, met ja. de heel. Ja, ja, ja. Dus dat ja. Wat mensen soms vergeten. Ze kennen alleen, sommige mensen kennen alleen Badari voor nu, maar dan als je de van Badari van vroeger was, gewoon echt een uh, ja. 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 andere ja. beest. Absoluut uh, ja. een legend. Ja. 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 More hits than Madonna. Nee. Yes. Uh, we gaan uh, als grote vriend Rida gaan we eventjes uh, erbij halen. Rida die gaat elke week gaat die, uh, naar een bekende vechter ergens in het land uh, om hun beste techniek uh, te laten zien, te leren en ook nog eventjes met ze te sparren. En dat gaat niet altijd even goed. We gaan kijken hoe hij het nu afbrengt. Hij is uh, bij deze bij Brendan Vos. Bij deze techniek. Gaan wij eerst een patroon creëren voor onze tegenstander, okay. yes. zodat diegene denkt te weten met wat ik ga komen, yeah. of wat jij mee gaat komen. Yeah. En daarmee doe je precies het oppositie. En dan kom je wel met een techniek mm. waarmee je aan het dreigen bent. Let's go. Dankjewel Rida, uh, check later in de week uh, onze YouTube pagina voor het hele item uh, met Rida in de ring en Brendan Vos. Stel Rida komt bij jullie langs, wat zouden uh, jullie hem leren? Wat is jullie liefste techniek of beste? Mm, uh, een high kick natuurlijk, maar high kick? Het is natuurlijk mak nou, niet makkelijk om een high kick te geven, maar een high kick die je verstopt achter een stoot. Dus dat ik een, bijvoorbeeld, wat ik vaak doe, is dat ja. ik een linker jab geef. Ja. En dan zie je eigenlijk die jab aankomen, en dan van de zijkant komt er een linker trap. Je zijn linker overheen. Ja, ja, en die zien veel mensen niet. En niet, ook niet iedereen kan die, dus dat zou wel leuk zijn om hey. te kunnen leren. Het is een beetje het Lucien cabine stijl is dat? Oh, ja. Ja, 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 ja. Die tijd ook dat soort dingen. Dan. Ja. Ja. Links, rechts, rechts, hoog trap eroverheen. Ja. 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 Ja, ik kon het nooit hoor, maar ja. hij probeerde het mij wel te leren. Ja. ja, controle in je benen vinden natuurlijk en dat oefenen. Ja. Heb je wel eens iemand eruit gehaald zo? Ja, mijn eerste partij. Of ja, mijn eerste winstpartij, die was uh, met de high kick. Ja, mijn eerste partij, toen was ik 16 jaar, dan dacht ik echt van, wow, wat heb ik gedaan? Weet je, want je voelde gewoon nog zo'n hoofd zo op je scheen. Dan dacht je echt van, wow. Wat, wat wow. is dat voor gevoel? Beschrijft het dus? Uh, nou, ik was, ik was echt heel blij natuurlijk, maar ik, ik, zelfs toen was ik nog, het was, ik was nog net begonnen, nou, niet net begonnen, maar mijn eerste partij. En ik wist niet eens dat ik naar de. Ja, ik zag hem eigenlijk al dood. Eigenlijk, ja. <laughs> Ik wil niet dood zeg zeggen, doodballen. maar hij was echt gewoon oud, oud. Ja, ja, en doe ook even voordat hij opstond. Flatline, yeah. dus ik, ja. Dus ik dacht, ik neem handen Ik heb gewonnen, maar uh, ik moest eigenlijk naar, naar de hoek toe lopen natuurlijk. Ja, acht tellen, maar die was eigenlijk niet nodig. Maar toen, toen leerde ik ook van, oh, dus als je iemand neer hebt geslagen, moet je eigenlijk naar de hoek gaan. Dat wist ik helemaal niet. Dus dat is wel grappig, ja. Maar dat is echt een mooi gevoel en ik was echt super blij Ja. Nee. Ja. Jouw, uh, jouw techniek uh, Farida heeft het wel. Yes, yes, Mijn favoriete techniek is zeg maar de afhouder, maar dat je dan op een andere soort manier. Ik weet even niet, Je hebt een Pupanse naam, het is een soort van karate techniek. Ja. Ik weet, ik weet echt, niet. ik wil niet zomaar iets nu gaan zeggen of zo, maar het is een puntrap. dat je dan zeg maar, dan de je met de bal van je voet. Ja. En dan prik je iemand zeg maar zo in zijn buik. Ja. ja Wat ja, ik ja. al zei, dat ik zeg maar ook wel een keer meteen ermee had gebroken. Zeg maar. Ja, ja, ja. Zo'n schild allemaal voor... was dan heel ja, goed. Ja, deed. ja, ja, dat is wel ja. 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 Dat, 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 dat mijn, mijn favoriete techniek. Ja, zeker. Ja, ja. ja, 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 ja. En heb je daar iemand wel eens mee? Zeker, een... zeker mijn ja. laatste partij. Uh, in de finale van het toernooi, uh, pop-pop, deed, deed die techniek en dus zakte hij in elkaar. Dus dat is wel. Dat was wel, dat, dat, voor toen was dat wel af en toe de finisher van zeg maar, het, mijn highlight van zeg maar dat toernooi. Die doet ook gewoon echt, echt gewoon pijn gewoon, dat je gewoon echt inzakt, weet ja. je. Ja, ja ik doe, ja. ja. ja, ik weet ook even de Japanse term, ik noem wel dat dikke teintechniek, dat ja, ja ja ja, ja maar. Ja. Uh, ja, 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 onder ja, ja. die ribben prikken klopt, klopt klopt ja, ook we doen tegenstanders heel vaak alsof ze dan in hun ballen zijn geraakt. En vooral met sparren, want ja. ik nam het hem ook een beetje over Fabio en dan merk je gewoon, ...trapt iemand gewoon echt wel in zijn buik en doet zoveel pijn ja. dat diegene gezegd. zeggen ah in mijn ballen ah oh, ja, 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 oh, de Quasi Brothers doen altijd uh, in de, die trap in de ballen maar <laughs> het is echt niet in de ballen gewoon maar omdat het zoveel pijn doet je kan niet door en je wilt uh, niet toegeven tijdens spel en zeggen oh ja was weer in de ballen weet ja, je maar even serieus sowieso als je op je leven geraakt wordt is echt het lelijkste gevoel ja 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 maar je hebt ook wel je hebt wel wat chaos op je naam staan wat, wat schrijven, eens dat, dat gevoel wat het is als je iemand chaos laat, hoe dat voelt voel je het al als je maar raakt ik denk, ja, dat is slapen. Oh, ja, je voelt het zeg maar... Kijk, je kan soms sla je iemand op of in zijn gezicht bijvoorbeeld. Maar dan gaat hij bijvoorbeeld eventjes met die stoot mee. Maar dan als je dan echt een clean knock of een lekkere knock dan voel je echt dat zij, hij bijvoorbeeld zelf mis, mis heeft gekeken of zo. En dan voel je echt een soort van... Je voelt echt gewoon door je hele arm gaan. Ja. Of, of je, of je trappen, je voelt door je hele scheen. En dat voelt, ja, het voelt heel... Je, je schrik. Je, je, je voelt je wel. Ja, iemand is aan neer of zo. Of dat, en dan voelt het net echt pijn of iemand heeft yeah. vermoord of je, zo. Voelt wel, je voelt wow. je echt de man gewoon. Ik had ja. ook een tijdje bij het begin. Nieuwelingen. C sloeg ik echt bijna iedereen knock-out. En dan, ja. wanneer ik dan niet op knockout wonde voelde het een soort van soms wel... Ja. alsof ik niet echt, echt had gewonnen. Of maar, zo, je, weet maar, je. Je, maar jij voelt je de man. Maar jij voelt je bijna schuldig. Ja, 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 ja daarna ja, ja. wel. Ja, ja dan dan daarna dan je. Ja. zeg je wel eens sorry. En zei zei ze, 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 Mike <laughs> ze, 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 ook hoezo ze ja. zeg je nou weer sorry tegen dan denk ik Ja, ik weet niet. Ik vind het ja. gewoon lullig voor hem. Hij ja. heeft ook gewoon uh, ja. mensen die voor hem kijken. Maar ja, het is natuurlijk uh, hij of ik. En ja. natuurlijk wil jij gewoon winnen. Ja. Ja. Maar mededogen is eigenlijk... Een, Tuurlijk, we zijn allemaal mensen, gelukkig. Yeah. Maar is eigenlijk een gevaarlijke emotie in een wedstrijd. Daarna misschien yeah. wel, maar... Yeah. Uh, yeah. 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 alleen daarna doe je gewoon hardig tegen diegene. Maar in de ring tijdens de wedstrijd ga je niet uit. Ja, bijvoorbeeld ja. ben ik thuis en dan ben ik naar die partij of zo. Dan ben ik gewoon bezig en denk van, wauw, ja, hoe, hoe voelt hij zich nu? Weet ja, want dan, je wow. weet ook hoe, hoe het ik is. Ik heb bijvoorbeeld zijn neus gebroken als dit, dat. En in die wedstrijd, wat je zegt, geen, geen genade gewoon. denk ik van, hey, box box dit, dat. ooit Oké, okay, we gaan weer terug. En dan pas een week later, wanneer je uit die, uit die roes bent gekomen, dan pas denk je van, wauw, ik heb echt zijn neus gebroken of dat soort dingen. Hij ja. zit nu echt gewoon met een, iets op zijn neus of zo. Ja, je ja. weet gewoon hoe het is om te verliezen. Dus ja, daarom, je weet gewoon hoe kut het eigenlijk kan zijn. Maar aan de andere kant, ik, ik weet gewoon dat ik waarschijnlijk veel meer heb gegeven om te winnen, weet je wel. Ik heb waarschijnlijk veel harder getraind dan diegene. Ik heb echt veel meer gegeven. Ja. Ik laat er ook meer voor. Dus ik vind, ik vind dan ook dat ik verdien om te winnen natuurlijk. Ja. Maar er kan ook maar eentje ja. winnen, toch? Het is gewoon simpel. Het is keihard ja. de sport. Ja, hij, ja, ja Um, ik wil het even op de toekomst hebben uh, met jullie, uh, met jou Fabio. We hebben het in het begin al over: ik zei, ik was een MMA, moest je er lang over nadenken. Uh, maar heb je nu inderdaad, zoals je net al zei, vooral je pijlen op het MMA gericht? Uh, ja, klopt. Klopt. Uh, ik het is niet zeggen dat ik zeg: oké, okay, ik doe nu MMA, ik wil niks meer voor het kickboxen. Maar ook vooral in de coronaperiode was het ook weer zo'n tijd van: oké, okay, wat doe ik? Wat wil ik gaan doen? Uh, kijk bijvoorbeeld naar de groei van dingen. En. Um, UFC, MMA, Bellator, weet ik veel. Ik zie dat alleen maar blijven groeien. En dat ziet er ook meer uit dat het um, in de toekomst blijft groeien. Wat ik al zei bijvoorbeeld in 2009. Als je die grote checks van uh, toernooien zag van kickboxen. Het is niet meer. Nee. Het is, kijk, ik wil niet zeggen dat het is slecht het gaat slecht. Maar ik bedoel, het is niet meer die old school vibe. Dat je krijgt wat ik, wat ik, wat ik toen van er verkreeg. Nee. Dus um, ik, ja, ik oefen nu ook veel MMA, ik train het ook veel, uh, worstelen, jiu-jitsu, allerlei dingen. En uh, ik onderschat het ook helemaal niet, want um, ja, er zijn andere verschillende aspecten die erbij komen kijken. En ja, ja ik, ik, ik neem mijn tijd ervoor. Ook met kickboxen. Ik neem mijn tijd voor ik mijn eerste partij ga draaien, ga ik goed voorbereid in die wedstrijd. En uh, dan kan ik achter elkaar doorgaan. Maar weet je, maar dat kost eenmaal veel tijd met uh, MMA. Ja, hoe, hoe vind je het? Het worstelen en het grondgevecht. Dus wel een heel andere, andere dynamiek, toch? Ja, yes, het is een hele andere soort conditie en ja. een hele andere soort dynamiek. En ook een andere soort pijntjes die je voelt met, na trainingen, weet je. Soms heb ik ook bijvoorbeeld een jujitsu les. Het, le het leek gewoon bijna of je gewoon een soort van op school zit of zo. Als je zo aan het opletten bent en iemand legt dat uit. En... Um, we dan, dan hebben anderhalf uur getraind. En dan, oké okay, jongens, oké okay, we zijn klaar. Boksen, dit, dat. Maar terwijl je bij het kickboksen bijvoorbeeld helemaal ben je kapot. Maar dan nu bijvoorbeeld met MMA was het alleen maar. Om, of met jiu-jitsu was het heel veel nadenken, nadenken, nadenken. En het was bijvoorbeeld de les voorbij en dacht van, oké okay, ja, ik moet nu eigenlijk wel even wat doen. Want je bent gewend om zeg maar steeds die output te geven. Maar dat wat heb je dan niet bij een, bij een jiu-jitsu-les. Maar het is wel gewoon, ja het is anders. Het is een andere ja. sport, weet je. Je moet het niet onderschatten. Ja, en het is ook heel anders. Bij kickbox als je tegen iemand, kan, tegen iemand aanloopt bijna... ...zat de zich al tussen van break. Maar nu ja. is het juist... ...moet je dat contact bovenop iemand liggen... ...en het is een heel ander gevoel. Klopt, vind je dat? klopt. Ja, het is schakelen. Kijk, uh, bijvoorbeeld staan is dan bijvoorbeeld... Dit, dit. Ja. Denk je op die, ...dat gaat op die manier, dat gaat op dat manier. En het, bijvoorbeeld op de grond is het weer een hele ander soort... ...hele andere dynamiek. moet ook andere conditie, andere, andere dit, andere dat. Dus het is gewoon ook weer schakelen. Er zijn heel veel verschillende aspecten. Je moet trainen, oefenen en... Um, ja, uren moet maken in het gym voordat je eigenlijk goed in de partij in kan stappen. Ja, ja, ja wat is ja. het plan? Wat, wat heb je voor ogen? Wat wil je? Uh, ja, plan nu is um, dat ik zeg maar nu eerste, half, uh, eerste helft van dit jaar uh, mijn pro en mijn, en mijn mama debuut maak. En um, ik heb wel, we zijn in gesprek met verschillende promoties, uh, ook in Frankrijk, ook in Nederland. En um, ja, die, die, die zeg maar een plan ook voor je uitwerken. Kijk, ze kunnen niet voor je winnen, je moet zelf winnen, weet je. Maar dat je tenminste een blauwdruk hebt van hoe je, hoe je dingen kan gaan doen. Ja. Dus uh, ja, ik moest er wel eventjes uh, mezelf in vinden in alles. Maar ja. nu hoor nu ik er ook beter in, dan, ga, dan voel ik dat het allemaal wel meer uh, in bereik is, zeg maar. Ja. Nou, is het natuurlijk niet vragen van wat wil je? iedereen zegt. Ja, ik wil naar de UFC. En ja, er zijn ja. natuurlijk maar een, een paar die het halen. Maar uh, uh, zie je wel dat je denk je een, een carrière nog kan bouwen. Je bent nog relatief jong. Ja, dus je hebt ja, nog ja. de tijd inderdaad om die omscholing te maken als het ware. Dat je hier een carrière in kan maken. En, en, en uiteindelijk wel bij een grote organisatie. Of heb je een bepaalde route waar je aan spiegelt of een vechter waar je aan spiegelt. Of, of zo wil um, ik ook. Yes, ik kijk bijvoorbeeld veel naar bijvoorbeeld andere kickboxers um, Die zeg maar. Hetzelfde soort pad hebben bewandeld. Ja. En zeg maar bijvoorbeeld een strijker tegen een wrestler. hun tegen een wrestler gezet. En dan kijk ik gewoon heel goed hoe hun bijvoorbeeld ermee omgaan. Bijvoorbeeld Overeem tegen Brock Lesnar. Weet ik nog. Dat heb ik later ook teruggekeken. En dan zie je bijvoorbeeld, uh, bijvoorbeeld Overeem heel. laag met zijn heupen staan, ja. of Dit of dat. En dan, um, ja, dat soort dingen neem je dan allemaal mee. Gewoon ja. dat ik heel veel kijk van. Oké, okay, als je dan zeg maar van, het, van de sport. van een strijker tegen een wrestler. Wat, gaan hun, wat is de waarschijnlijkste kans dat hun gaat tegen je gaan doen? Dus daar kijk ik dan heel veel naar. Ja, je ja, hebt ja. ook gewoon heel veel voorbeelden die van kickboxen naar uh, MMA zijn gegaan. Zoals uh, ja. bijvoorbeeld Adesanya, die is nu klaar. En zijn natuurlijk het school voor. Ja, ja, en je ja. Hebt, ja. hebt heel wat uh, is er nu mee bezig. Je hebt Myrtle. Ja, ja. ja Myrtle. Myrtle, Afgelopen weekend ja. is de tweede ja. MMA-partij ja. gedaan. Net ja. goed. En ja. uh, Jason Willen is ook. Uh, ja. Ik zat te denken, bijvoorbeeld, als je dan over heavyweights hebt, uh, iemand die uit kickboxen komt, die het nu heel goed doet, is Siri aan natuurlijk. Oh, ja, ja, ja. 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 ja ja, ja. Is, is, dat, is dat iemand waar je dan ook een beetje naar kijkt? Want is ik okay. ja, hij is ga wat op de grond. Ik vind, maar... het, ik vind het heel goed hoe hij uh, in uitvecht, hoe zijn strijking is heel lichtvoetig in het, zeg maar, in het zwaargewicht. Dus dat vind ik ook wel heel mooi om te zien. Ja. Dat vind ik ook wel een hele goede jongen. ja. Ja. Nogmaals, ik ga niet vragen van ik wil naar de UFC, willen we allemaal, wil ik ook ja, nog. Ja, ja. Gaat niet gebeuren, denk ik. <laughs> maar wat, wat, wat wil je? Wat, wat... Kijk, zou succesvol zijn? Uh, precies wat je, je zegt, van het is allemaal heel verschillend. Kijk. Uh, dus misschien uh, kom je net iets anders, zeg je, dan bijvoorbeeld iets van een andere organisatie. En ga je dan ga je daar naartoe, terwijl je dan misschien als je had gewacht, dan weer naar Dit is heel. Snap Het hangt ook van heel veel dingen af: management en dat soort dingen, waar je eenmaal terecht komt uiteindelijk. Ja. Maar het is natuurlijk voor mij wel het idee dat ik op een internationale, op internationale promotie tegen goede ververs gaat vechten. En ook, zeg maar. ...een goed centje daarvan mee verdient. Ja. Want dat is uh, zeker niet onbelangrijk in het leven, toch? Nee, nee, je moet rekening, je moet er betaald worden... ...en je nee, moet brood op tafel nee. komen, dat sowieso. <laughs> uh, ja, mooi man. Ik, uh, en en, en, en hoe lang geef je jezelf om te denken van... nou, ...dit, dit kan wat worden of, of dit wordt niks? Of heb je zoiets van, we zien wel wat schipstrand? Uh, pff, mm, ja, ik denk, ik zie wel wat ja. sch schipstrand. En... Um, ja, het MMA-partijen. Ja. En als ik op een gegeven moment. Ik sta ook op de wachtlijsten van verschillende organisaties. zijn we al in gesprek met het kickboxen. Van oh ja, ik ben op coronapandemie. We hebben andere vechters die we vol moeten laten gaan. Maar als die organisaties terugkomen. En mij willen tekenen voor een gevecht voor kickboxen. Dan ben ik gewoon weer goed in het kickboxen, snap je? Ja. Het is niet. Uh, de, ik, natuurlijk strijk ik nog steeds. Ik, ik train nog steeds in kickboxen. Dus het is niet, ik denk niet dat het iets dat is ik, dat ik verleer. Als ik denk dat ik om het twee. Ik denk als ik twee maanden. Ik weet wel zeker als ik twee of drie maanden weer volledig in het kickboxen ga. Dat uh, eigenlijk niks veranderd is. Als er wat veranderd zou moeten zijn nu, omdat ik heel veel. de voordruk heb gelegd op het grappelen en alles. Dus um, ja, ja. Ik, maar ik neem het eigenlijk. MMA heel serieus. Ik ja. neem het wel echt heel serieus. Ja, dat ja. moet ook. Het is ook een ja, serieuze ja, ja. sport. Dat ja. is ook zeg maar. Um, ja, ook bijvoorbeeld dan, dat je dan de hele wedstrijd. of alles of kickboxen doorkrijgt. Je dan de hele twijfel. dan ga je schommelen, weet je. Je kan niet. Of, of, of je wordt dan allebei hier goed in. of je moet eentje nemen en dan word je daar weer goed in. Dus ik dacht ook van. ik moet ook weer heel erg gaan focussen op. Uh, MMA. Dat het heel, uh, ja, veel beter gaat worden, weet je. Dat ja. ik dacht, oké, okay, ik moet nu wel echt wat tijd nemen om dit goed te ja. doet, goed, bestuderen, wel, goed te doen. Wel een mooi avontuur, toch? Wel mooi, ja. Zeker, zeker, Spannend. zeker. Ja, ja, zeker, zeker. En het is ook ja. eigenlijk iets wat we eigenlijk bij het begin wilden doen toen uh, we begonnen met vechtsport. Dat, we wilden eigenlijk ja, ja, op MMA ja, ja. gaan, ja. maar in Permanent had je geen MMA school. Nee. Dus uh, toen gingen we gewoon kickboksen. En toen zeiden we ook van oké, okay, gaan we eerst kickboksen leren... dan gaan we later grond leren. Maar dan gaat kickboksen zo goed. Ja. En dan ben je zo erg in de gym... en dan wil je gewoon eigenlijk blijven kickboksen. Never quit a winning team. Ja, 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 dan wil je het gewoon afmaken natuurlijk. Ja. En, en jij wil... je, je wil J.O. mee mee teruggaan... dan moet je eigenlijk naar ja. Glory. Ja, klopt. Nee, ik wil, ik wil nog echt naar Glory. Ik wil echt nog... Uh... Gewoon het de hoogste behalen met kickboksen, eigenlijk. En MMA vind ik ook wel leuk om te doen. Maar ik heb het nog nooit echt gedaan, nooit echt de een, een training gevolgd. Maar het nee. was eigenlijk altijd gewoon: van ik wil eigenlijk MMA gaan doen. Ja. Maar we gingen kickboksen. En uiteindelijk gaat kickboksen zo goed. Ja, en dan heb je een bad met je coach. En je wilt gewoon, je weet gewoon wat erin zit. Je weet dat je de beste kan worden. Dus dan ga je dat gewoon proberen te doen. Want ja. ik heb ook het gevoel van, sommige mensen zeggen ook: van, oh, waarom ga je nu niet boksen? En ik denk: ja, boksen is ook ja. leuk, betaalt ook beter. Maar en gaat ik het, ook goed, het goed. toch? Ja, ja, het gaat ook goed. Maar... Ik denk ook van... Ik vind het gewoon echt zo leuk om te trappen en knie te geven ja, en te ja, sparren ja. met... Uh, gewoon ja, ik kan ook gewoon heel goed trappen en het sparren vind ik gewoon leuk. Dus dan... Het is ook gewoon een passie, weet je. Niet alles gaat per se om geld. Uiteindelijk misschien wel. Maar op dit moment wil ik gewoon kickboksen doen. En dan wil ik gewoon daar het hoogste in behalen. Ja. En, en MMA zou vast ook nog wel komen ooit in mijn leven. Dat zou ik wel vet vinden ook. Dan heb ik kickboksen gedaan en boksen en MMA. Dus dan ben, ben dan je wel ik wel een beetje compleet. Ja, ja dat ja, zou ik ja. wel willen. Ja. Maar als je het nu hebt, uh, hebt over kickboxen het hoogste halen... wat is dat dan voor jou? Um, ja, wereldkampioen worden bij een grote organisatie... zoals ja. One of Glory. One of Glory. Ja, ja. ja eigenlijk ja. dat ja. Ja. ja, en, en dan neig meer naar Glory, want er zit ja. Overmeer zit daar, maar ja. Hamisha, die die Dinesh ook. Daar ja, zou het, het is niet kunnen. dat ik per se achter hun aan zit, dat totaal niet, want nee. ik weet gewoon dat iedereen zijn eigen pad heeft. En uh, ja, eigenlijk, ja, eigenlijk dat ik zit niet per se achter hun aan, want bijvoorbeeld stel je, je voor dat er een contract zou komen voor zou ik niet zeggen van, oh nee, ik wil naar Glory. Weet nee. je, ik, ik weet, niks heeft haast, weet je, ik ben nog best vrij jong. En uh, heeft genoeg tijd. Dus uh, je komt elkaar vast wel tegen. Ja. Ja. Nou, je bent nu even de eenarmige bandiet, hè? Met uh, ja. de schadepensuur. Wanneer ja. wil je weer teruggedringen? Uh, uh, ik hoop uh, twee, drie maandjes als ja. het mogelijk is. Maar ik wil het niet haasten. Okay. Maar ik hoop het wel. Okay. Binnen dus die tijd weer. Zo rond de zomer. Ja. Uh, zo, ja, uh, ja, voor de zomervakantie wil ik nog wel zeker vechten. Ja. Okay. ja, want het is ook gewoon: je bent elke maand bezig. Soms na twee weken alweer. Soms na drie weken weer. En dan nu zit je er even uit. En dat is gewoon een beetje kut. Ja, okay. spannend. Ja. Um, we gaan naar ons laatste onderdeel toe. Het is uh, een nieuw onderdeel in het programma. We hebben, zie hem hier in de hoek staan, de Next Round bokzak, zo geheet slimme bokzak. Uh, die, uh, uh, die gaan we elke week een challenge mee doen. En uh, jij, Fabio, was de eerste die die challenge mocht doen. Jij hebt hem niet gedaan vanwege ja, schouderblessure. Ja. Uh, ik was de eerste die de, ja, zeg maar, de score heeft neergezet. En uh, we gaan eens even kijken of uh, Fabio daar overheen is gegaan of niet. 2, 1, um, GO! Lekker Fabio, ik had mijn uh, twee dagen van fame, ik voelde me helemaal het mannetje. <laughs> Dan ligt mijn ego alweer zo in de put. Uh, nee hoor, het, het, uh, het hoort dat jij mij, uh, mij hebt overtroffen. Hoe vond je het? Uh, ik, vond het uh, ik, vond, ik vond het wel leuk. ik uh, vlog alle kanten op, dus ik denk dat ik het goed heb gedaan. Ja. Um, ja, je, ja reden, lang, je, denk, je had niet te kijken van, oh god. Ja, ik zeg toch, het is soms zeggen mensen van, oh, drie minuten maar, maar. Als je 30 seconden bijvoorbeeld hard moet gaan, dat ja. zijn het lange 30 seconden. Dat ja, ja. lange 30 seconden, ik ja, vond ze ook ja, ja. behoorlijk lang. Ja, 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 ja. <laughs> Oké, okay, ja, je hebt de, de, de toon gezet, de, de, de lat ligt hoog. Ja, uh, nog ja. een boodschap voor je... Voor je op voor degene die naar jou komt? Uh, uh, Doe je best of zo. Het is niet echt. Als je, als je, als je bovenaan staat, betekent het niet dat je me aan kan. Dat yeah. moet je wel weten. Oké, okay, okay, <laughs> dat, dat gezegd zijn. Okay. <laughs> um, ik vond het heerlijk om met jullie te praten, jongens. Ik yes. heb uh, een mooie, yeah. uh, mooie, leuke energie. Jullie zijn een mooi stel, uh, afzonderlijk en samen. Yep. Um, ik wens jullie allebei veel succes met het uh, behalen en uh, bereiken van al jullie dromen en ambities. Uh, allebei. Hebben jullie nog iets uh, te zeggen, toe te voegen? Of uh, is alles wel. Uh... Uh, ja, bedankt voor het interview. en um... Hou ons in de, de gaten. gaten, ja, ja, ja. gaten. Ja, er gaan mooie dingen aankomen. Zeker. In de vechtsport en uh, hou ons gewoon in de gaten. En ga ik dus ga jullie zin. zeker in de gaten houden. Ja. En uh, voor jullie uh, gaan hun zeker ook in de gaten houden. Ze zijn de moeite waard. En they're going places. Uh, voor nu. Allebei bedankt. Yep. Uh, Zo zegt ik, ga jullie volgen. Uh, jullie gaan ons ook volgen. Dus jullie moeten eventjes delen, liken, abonneren. Vergeet vooral niet te abonneren. Vertel het door aan iedereen. Tot en met de Lama die bij de overburen in de tuin staat. Die wil misschien ook wel eens een leuke podcast zien. Dan heb ik tot nu alleen maar één ding te zeggen. En dat is. OES!